Nijntje? Nijntje? Nijntje, waar ben je? Ik kleed me om. Het is zo warm vandaag. Ik ga zwemmen. Zo, wat een mooi badpak. Prachtig. Ga je in de zee zwemmen? Nee, er is een nieuw zwembad. Ik kan niet wachten om erin te springen. Ik ga naar het zwembad om Vliegenier. Dat klinkt leuk. Maar Nijntje, ik ben oom Vliegenier niet. Nee? Het is zo heet dat ik een dagje vrij neem. Dus noem me maar oom Niet-Vliegenier. Oké, tot later, oom Niet-Vliegenier. Spetter, spatter, spat. Hoi, knorretje. Hallo, Nijntje. Voorzichtig, Nijntje, niet rennen. Sorry, Betje. Dat geeft niet. Spannend, hè? Een gloednieuw zwembad. Spring erin, spring erin. Oké, knorretje. Daar kom ik. Spit, spet, spat. Wit, wet, pat. Spit, spet, spit, spet, spit, spet, spat. Spit, spet, spat. Spit, spet, spat. Wit, wet, wit, wet, pat. Hoi, Nijntje. Hoi, Knorretje. Hoi, Daan. Spring erin. Ja, kom erin. Ik ga er liever zo in. Spit, spet, spat. Spit, spet, spat. Knorretje, wacht. Gaat het wel, Daan? Ja, maar ik vind dat spetteren niet zo leuk. Oké, wat wil jij graag doen? Ik weet het. Betje, mogen we misschien de bal? Ja, natuurlijk mag dat, lieverd. Ik heb hem. Nijntje moet in het midden. Hebbes, daar komt hij dan. Vang een knolletje. Hier. Mis. Ik heb hem. Sorry. Laten we op het strand gaan spelen. Oké, goed. Drie kleine aapjes bij elkaar. Aapjes, aapjes rennen maar. Aapje spring, aapje hop. Aapje wil niet dat ik stop. Eén klein aapje draait in het rond. Rond en rond en hop de grond. Hey. Sorry om niet vliegen hier. Het geeft niet, Nijntje. Maar ik zou niet te veel rennen in deze hitte. Poeh, ik heb het super warm. Oh, ik weet hoe we kunnen afkoelen. Kom mee! Oh, ja! Een Nijntje? Oh, ik ren niet. Ik loop heel snel. Zitten. Nog een keer, nog een keer. Daan, mag ik bij je zitten? Oké. Het nieuwe zwembad is leuk, hè? Ja, best wel. Is er iets, Daan? Ik vind het zwembad leuk, alleen... ik hou niet van water in mijn ogen. En als je je ogen dicht houdt? Zelfs als ik ze stijf dichtknijp, komt het er nog steeds in en dan gaat het prikken. Oh, waarom heb je dat niet gezegd? Ach, ik dacht dat jij en Knorretje het stom zouden vinden. Oh, ik weet hoe ik je kan helpen, Daan. Ook niet vliegen hier. Ik ben wakker.
Als je vandaag echt geen piloot bent, mag ik dan iets lenen? Dan! Wat is er, Nijntje? Wil je graag piloot zijn? Oh ja, heel graag! Mooi, je vliegtuig staat daar. Dit is piloot Daan. Toestemming om op te stijgen. Begrepen, piloot Daan. Je kunt vertrekken. 3, 2, 1, nu! Hoera! Het is me gelukt. Deze bril is super, Nijntje. Mooie spetterlanding, piloot Daan. Nu gaan we allemaal vliegen. Wee! Wat doe je, Nijntje? Psst, ik doe een luisterspelletje. Oh. Dat klinkt als een vogel. Wat kan die mooi chilpen? Dag, vogel. Oh ja, er is altijd wel iets te horen in de natuur als je heel stil bent en heel goed... Psst. Heel goed luistert. Hallo, bezige bij. Dag, bezige bij. La, 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 la. Hé, hey, wat hoor ik daar? Het is een eendje. Die is net uit het ei. Hij vindt je lief. Ja, en ik vind hem ook lief. Hallo, eendje. Piep, piep. Dag, eendje. Oh. Hij doet mij na. Eendje, eendje, piep, piep, doe mij na. Eentje, eentje, loop, loop, doe mij na. Eentje, eentje, ren, ren, doe mij na. Eentje, eentje, piep, piep, doe mij na. Eentje, eentje, spring, spring, doe mij na. Eentje, eentje, dans, dans, doe mij na. Eentje, eentje, piep, piep, doe mij na. Aw, eentje is zo lief. Piep, piep. Misschien volgt hij me wel naar huis. Misschien, maar misschien heeft u wel een eigen huis. En ook een eigen familie. Daar had ik niet aan gedacht. Kom maar, eendje, dan gaan we ze zoeken. Hier is niets. Oh, kapotte eieren. Dan zijn er vast nog meer kleine eendjes zoals jij. Waar zouden ze zijn? Ik weet wat. We moeten heel stil zijn en goed luisteren. Oh, kijk eendje, kijk! Daar is je familie. Dat is vast je moeder. Doe maar eendje. Nee, niet hierheen. Daarheen. Naar je moeder. Oh, eendje. Ik ben niet je moeder. Dat is je moeder. Daar, in de vijver. Doe maar. Ga maar zwemmen. Oh, nee. Je kan niet bij mij blijven, eendje. Ik ben geen eend. Maar misschien kan ik je leren om een echte eend te zijn. Eendje, eendje, piep, piep, doe mij na. Eendje, eentje, waggel, waggel, doe mij na. Eendje, eendje, flap, flap, doe mij na. Eendje, eentje, piep, piep, waggel, waggel, flap, flap. Eendje, eentje, piep, piep, doe mij na. Hallo,
Hallo, Nijntje. Hoi, Knolletje. Zullen we naar de vijver gaan? Dan kunnen we de eendjes voeren. Oh, wie is dit? Dit is Eendje. Hij is net uit het ei gekomen. Oh, wat lief. Ik leer hem hoe hij eenden dingen moet doen. Eendje, eendje, piep, piep, waggel, waggel, flap, flap. Eendje, eendje, piep, piep, doe mij na. Flap, flap, flap. Oeps. Wauw, hij is gek op eendenvoer. Goed bedacht, Knolletje. Hè? Dat eendenvoer. Mag ik dat zakje even? Oh, ja hoor. Hier. Eendje, eendje, pik, pik, eet maar op. En hier nog. Sneeuw! Huh? Hierheen! Oh. Kijk! Oh, oh, oh! Eén eendje. Twee eendjes. Drie eendjes! Ja! Oh, wat zien ze er gelukkig uit. Dag, eendje. Eendje, eendje, flap, flap, volg mij. Eendje, eendje, kwak, kwak, doe mij na. Kwak, 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 nu ik. Eendje, eendje, kwak, kwak, doe mij na. Kwak, kwak, kwak. Arr, land in zicht. Yo, ho, ho. Hallo, Nijntje. Speel je vandaag dat je een piraat bent? Nee, ik word een echte piraat. Boris neemt Knorretje en mij mee op een boottochtje. Op een echte boot. Zo, dat klinkt spannend. Dat is het ook. We gaan naar een echt eiland om een schat te zoeken. Net als piraten. Lieve hemel, zorg dat jullie geen schipbreuk lijden. Oké. Okay. Oh, Knorretje, je bent er. Kom mee. Ai, ai, Nijntje. Zo, meisjes. Reddingsvesten aan? Je moet bemanning zeggen, Boris, niet meisjes. Ja, wij zijn de bemanning. Inderdaad. Nou, in dat geval, bemanning, moeten jullie mij kapitein noemen. Als jij de kapitein bent, moet je een kapiteinspet op. Dank je, Nijntje. Zeg allemaal, ai ai, kapitein. Ai ai, kapitein. Kapitein. Zo, eerste stuurman Knorretje. Jij gaat over de voorraden. Over de wat? De picknickmand, Knorretje. Die willen we niet achterlaten. Oh nee. Oh, ik bedoel... Ai ai, kapitein. Nijntje, jij staat op de uitkijk. Jij moet ons veilig naar het eiland leiden. Wauw. Oh, nu weet ik zeker dat ik een schat zal vinden. Daar gaan we dan. Ja! Op naar zee, daar is het fijn. Yo ho ho, ai ai, kapitein. Zoek de schat, hij moet er zijn. Yo ho ho, ai ai, kapitein. Opa, daar is opa. Ik bedoel, opa, ahoy. Arr. Oh nee, piraten, red me. Help. Geef ons uw schat. Ik heb geen schat. Echt niet. Ik heb niet één visje gevangen. We zeilen naar het eiland, in het meer, om een schat te zoeken. Misschien kunt u daar wel vissen vangen. Naar het meer? De laatste keer dat ik daar ging vissen, ving ik een duikboot. Opa, u vertelt altijd gekke verhaaltjes. Hijs de zeilen, grijp de lijn. Yo ho ho, ai ai, kapitein. Fijne tocht, meisjes. Oh, ik bedoel piraten. Oh. Zo,
Waar zou dat eiland zijn? Ik zal het zoeken. Daar is het. Land in zee. Goed gezien, maatje. Daar gaan we. We hebben ons eigen schatteiland gevonden. Op ontdekkingstocht. We gaan voor anker. Boris? Ik bedoel, kapitein Boris. Het eiland is niet zo erg groot, hè? Nee, maar het is precies groot genoeg voor ons drieën. Bedoel je dat er geen schat is? Oh, jawel. Hier staat een schatkist die we open kunnen maken. Een picknickschat! Hoera! Bedankt, kapitein Boris. Ja, bedankt, kapitein. Dat was een fantastische schat. Graag gedaan, bemanning. Maar nu moeten we weer naar huis. Oh, nee. Wat is er, Boris? We hebben geen benzine meer. Ik was vanmorgen zo opgewonden dat ik hem niet heb bijgevuld. Maar als we geen benzine hebben, doet de boot het niet. Dus we lijden echt schipbreuk op een eiland. Wat moeten we doen? Oh, help. Hey, zo doen piraten niet. Piraten zijn dapper en nooit bang. Je hebt gelijk, Nijntje. Dus, wat zou een piraat nu doen? Door de telescoop kijken. Misschien zien we iets dat ons kan helpen. Opa! Opa, ahoy! Opa! Joehoe! We zijn hier! Help! Opa! Help! Oh, ahoy, maatjes! Ja! Bedankt voor het redden, opa. Wat goed dat jij me die tip gaf om op het meer te gaan vissen, Nijntje. Oh ja, goed gedaan, Nijntje. De laatste keer dat ik hier was, ving ik een duikboot. Dit keer heb ik een piratenschip gevangen. Ik word steeds beter. Oh, opa. Maar nu we op uw boot zitten, mag u deze hebben. Ja, opa. Oh, dat is erg aardig. Zeg, hoe gaat dat liedje van jullie? Op naar huis, ik geef het sein. Yo, ho, ho, ai, ai, kapitein. De schat is binnen, oh, wat fijn. Yo, ho, ai, ai, kapitein. Goedemorgen, Nijntje. Wat is hier gebeurd? Heeft er een reus geniesd en de blaadjes eraf geblazen? Nee, geen reus. Een storm. Het heeft gisteren heel hard gewaaid. Oh nee, de wensboom. Boris, je hebt hem omgezaagd. Wat? Oh, nee, Nijntje. Hij is omgewaaid door de storm. Kijk maar. Ik zie het. Ik ga hem in stukken zagen voordat hij de berg afrolt. Oh nee, arme oude wensboom. Wensboom? Ja, ik raak ze altijd aan op weg naar school en doe een wens. Ik wens dat je niet omgewaaid was. Ik noemde ze altijd klimbomen. Toen ik zo oud was als jij, klom ik er altijd in. Maar nu kan je er niet meer in klimmen. Dag, wensboom. Dag, Boris. Dag, Nijntje. Wee! En toen vlogen alle snijbonen van Betje de lucht in. Knorretje. Hoi, Nijntje. Hallo allemaal. Heb je gisteravond die storm gezien? Ja, en daardoor is een van de wensbomen op de heuvel omgewaaid. Oh, nee! Kijk, Boris wordt ook door de wind geduwd. Nee, ik rende. Omdat ik jullie mijn goede idee wil vertellen. Wat dan, Boris? Door jou weet ik weer hoeveel die oude boom voor me betekent. Dus toen dacht ik, in plaats van een weg te doen, kan ik het hout gebruiken om een speelhuis te maken. Wauw! Wat een goed idee, Boris. Kinderen,
Misschien hebben jullie tips voor wat Boris kan maken. Oeh, ik wil graag een kasteel. Met een hoge toren en een opbouwbrug. En dan kunnen we riddertjes spelen. En koning en koningin. Oh, een winkel. Een winkel. Nee, een café. Ik weet het. Een piratenschip. Piratenschip. Een stoomtrein. Stoomtrein? Dit wordt zo leuk. Dat is het. Over de plaats. Dit wordt geweldig. Ik denk dat Boris zo wel genoeg ideeën heeft. Kom, kinderen, we gaan beginnen met de les. Dit wordt vast supermooi. Ja, ik zal zien wat ik kan doen. Morgenochtend is het af, hoop ik. Dag, mam. Dag, Nijntje. Huh? Veel plezier. Oeh. Hotchik. Oeh, wat een snel paard, Nijntje. Ik ben Nijntje de Dappere, ridder zonder angst. Ik ben op weg naar... mijn kasteel. En, wat vind je ervan, Nijntje? Best mooi. Is er iets? Het ziet er niet echt uit als een kasteel. Ik zie geen opbouwbrug... en ook geen binnenplaats. Oh, en ik kan jouw paard niet zien. Nijntje de Dappere. Misschien is hij weggelopen. Nee, gekkie. Het is geen echt paard. Ik doe net alsof. Je moet het gewoon verzinnen. Oh, ik snap het. Ik doe net alsof dit een kasteel is. Dan zit hier de opbouwbrug. En is dit de binnenplaats. En dit is de hoge, hoge toren. Ik kan mijlenver kijken. Oh, hallo Boris. Hallo Nijntje. Hoe vind je het speelhuis? Het is prachtig, Boris. Oh, gelukkig. Ik was een beetje bezorgd, want jullie wilden allemaal zoveel verschillende dingen. En jij hebt er een kasteel voor mij van gemaakt? Bedankt, Boris. Wauw, Nijntje. Jij was hier echt super vroeg. Hallo allemaal. Welkom. In het kasteel van Nijntje. Oh. Maar ik wilde een piratenschip. Het lijkt helemaal niet op een café. Oh. Ik bedoel... oh, help. Wacht. Zei ik welkom in het kasteel van Nijntje? Ik bedoelde... welkom in het café van Knorretje. Huh? Hier is de ingang. En hier kunnen de hongerige klanten zitten. En hier kan je ons lekker eten geven. Oh. Oh, ik weet wat. Stap allemaal in de Daan Express. Hier is het station. Dit is de schoorsteen. En nu gaan we de kolen scheppen. Woehoe! Ik noem dit schip Nina's piratenschip. Arr! Ik ben de dappere ridder. Ho, ho, ho. Dat goed afstapje. Bedankt, Boris. Het is een supermooi café. Huh? Oh, dank je. En bedankt voor de soep. Kapitein Nina zegt, hoera voor Boris! Hoera! Graag gedaan. Graag gedaan hoor, jongens. Hier is soep, machinist Daan. Verrukkelijk, dank u. Pas op, knolletje. Echt? Het is je gelukt, Boris. Je hebt alles gemaakt wat we wilden hebben. En jij kunt nog steeds een wens doen als je wilt. Dat is de oude stronk. Je kunt nog steeds elke dag beide bomen aanraken. Oh ja! Ahoy, Maartjes! Kijk uit, Knorretje! Wat heb je gewenst, Nijntje? Dit! Over de plank! Yo ho ho! Nijntje, schieten! Instappen! Hartje, hier! Ahoy, Maartjes! Oh, kom op! Waar blijven ze toch? Daar zijn ze! Snel, anders missen jullie het begin! Zo beginnen. Ik ben er klaar voor. Ik heb echt hele goede verhalen. Ja. Maar als ik het nog fout doe? Alles ging goed bij het oefenen. Maak je maar geen zorgen. Je kunt het, Knorretje. En ik sta vlak naast je. Bedankt, Nijntje. Dat helpt. Ja, dank je, Nijntje. Nu moeten jullie gaan klaarstaan. Het is bijna tijd om te beginnen. Ja! Dankjewel. Mijn klas heeft hard gewerkt om een bijzonder lied voor jullie in te studeren. Dus laten we meteen beginnen. Doe maar, Tante Trein.
wat zal ik zijn over een tijd? Wat voor een baan heb ik dan? Wat zal het zijn? Er is zoveel, veel waar ik uitkiezen kan. Ik word later dokter en maak ieder gezond. Ik word later brandweerman en niemand raakt gewond. Ik word zangeres en iedereen zingt met me mee. Ik word later kok in mijn eigen eetcafé. Wat zal ik zijn over een tijd? Wat voor een baan heb ik dan? Wat zal het zijn? Er is zoveel, veel waar ik uitkiezen kan. Ik word later boer met koeien in een stal. Dan breng ik melk en kaas naar winkels overal. Ik wil wel piloot zijn, hoog en droog in de lucht. Iedereen die zwaait naar mij daarboven op mijn vlucht. Ik word later timmerman en maak dan veel van hout. Ik timmer banken, boeken, planken, alles goed gebouwd. Bouwen heb ik goed geleerd. Soms doet Nina iets verkeerd. Ik kan een artiest zijn, heel erg creatief. Schilder, schrijver, zanger, het is me even lief. Maar waar je mij ook ziet, ik verander niet. Wat zal ik zijn? Over een tijd, wat voor een baan heb ik dan? Wat zal het zijn? Er is zoveel, veel waar ik uitkiezen kan. Je kunt van alles worden, ja. Dus ga je dromen achterna. Een coureur, dat kan ik worden. Lekker snel. Ik haal je in, ik haak op, de leider van het stel. Maar waar je mij ook ziet, ik verander niet. En word ik een detective, dan zoek ik steeds naar sporen. Ik los raadsels op, zo pak ik boeven op. Maar waar je mij ook ziet, ik verander niet. Of ik word een voetballer en speel dan bij een club. Ik score een goal en win de match, zo winnen wij de cup. Maar waar je mij ook ziet, ik verander niet. Ik word astronaut, dan zit ik aan het stuur. En reis ik dwars door het heelal, dat is pas een avontuur. En wat de toekomst brengen zal. Ik waag de sprong, hou moed, hou vol. Daar gaat hij. Oef. Gaat het mis, geef niet hoor. Dan zingen we gewoon weer door. Met z'n allen! Wat zal ik zijn over een tijd? Wat voor een baan heb ik dan? Wat zal het zijn? Er is zoveel. Wat moet ik kiezen dan straks? En raak je soms het spoor wat kwijt? We hebben best nog even tijd. Maar waar je mij ook ziet, ik verander niet. Ik vond het leuk toen Knorretje deed alsof ze viel. Ik zag wat er gebeurde, Nijntje. Je was heel lief voor Knorretje. Ik deed gewoon wat ik juf zag doen, mama. Zij is altijd lief en helpt iedereen. Zeg, Nijntje, weet jij eigenlijk al wat je later wilt worden? Ja. Ik wil later juf worden. Net als jij. Oh. Goedemiddag, Nijntje. Speel
speelhuis? Speelhuis. Ja! Ja! Goed zo, Snuffy. Zoek. Hallo, Nijntje. Jij bent vroeg op. Het is de laatste dag van de vakantie. En ik wil de hele dag samen zijn met Snuffy. Niet stoppen, Snuffy. We moeten naar school. Je zei toch dat je nog vakantie had? Waarom ga je dan naar school? De dag voordat de school begint, helpen we allemaal mee met schoonmaken en opruimen. Zodat alles klaar is. Oh, wat een goed idee. Je hebt gelijk, Snuffy. We moeten opschieten. Kom mee. Zo, hè? Waar is Snuffy? En Nijntje. Hoi, Nijntje. Hallo, Snuffy. Zo is het genoeg, Snuffy. Je moet je goed gedragen als je naar school gaat. Dat is braaf. De juf is binnen en ze heeft heel veel klusjes waar je mee kan helpen. Mooi. Kom maar, Snuffy. Hallo, Boris. Hallo, Nijntje. Wow. Woeps. Hallo, Knorretje. Hoi, Nijntje. Hallo, Nijntje. Oh, en Snuffy. Is het goed als zij meehelpt? Ze zal niet in de weg lopen. Het is eigenlijk nog geen schooldag, dus ze mag blijven als ze zich netjes gedraagt. Bedankt, juf. Ze zal braaf zijn. Dat beloof ik. Wil jij Knorretje helpen met potloden uitzoeken? Dan leg ik deze boek weg. Oké. Gewone potloden moeten in deze pot en kleurpotloden in deze. Deze moet geslepen worden. Oeh. Snuffy. Laat los. Kom terug, Snuffy. Nee. Boris. Boris, is alles goed? Met mij wel, maar niet met mijn emmer. Snuffy heeft hem omgegooid. Deed Snuffy dat? Weet je het zeker? Ik zag haar. Nou, ik stond omgekeerd terwijl ik de ramen lapte. Maar toen ik een plons hoorde, draaide ik me om. Wow, wow. En toen zag ik haar wegrennen. Het spijt me heel erg, Boris. Snuffy! Snuffy! Kom eens gauw hier. Ik ga mijn emmer maar weer vullen. Ik heb toch gezegd... Je moet je netjes gedragen als je meegaat naar school. Kom maar mee naar binnen. Daar kan ik goed op je letten. La 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 la. Hier is je potlood, Knorretje. Bedankt, Nijntje, maar ik ben klaar met het uitzoeken van de potloden. Je zei dat ik nu de ballen moest uitzoeken. Ik moet kijken of ze goed kunnen stuiteren. Oeps. Wow. Snuffy, wacht! Snuffy, nee! Nee, Snuffy, niet doen! Uh-oh. Nina, wat is er gebeurd? Dat heeft Snuffy gedaan. Ze rende door de bloemen en heeft alles omgegooid. Dit is niets voor Snuffy. Maar wij zagen haar, Nijntje. Stoute hond, Snuffy. Ze deed het vast niet expres, maar we hebben hard gewerkt aan die bloemen. Nijntje, het is fijn dat Snuffy wil helpen, maar ze moet wel goed naar je luisteren. Maar anders is ze altijd zo braaf. Ik zal heel erg goed op haar letten. Kom maar, Snuffy. Oh, nee. Snuffy. Huh? Snuffy heeft alle potloden omgegooid en toen rende ze de klas uit. Maar dat kan ze niet gedaan hebben. Ze was net bij mij. Wie heeft het dan gedaan? Snuffy. Huh? Nee. Wat is hier aan de hand? Snuffy heeft mijn spons gepakt. Dat kan niet. Ze was binnen bij ons. Huh? Snuffy. Nee, Snuffy, kom terug. Huh? Twee Snuffies? Oh, lieve help. Ik vraag me af van wie die andere hond is.
Neem me niet kwalijk. Heeft iemand mijn hond gezien? Hij rende hierheen, geloof ik. Ja, wij hebben hem gezien. Hij ging daarheen. Af, Cookie, af, jongen. Hij is zo enthousiast. Ik hoop dat hij niet lastig is geweest. Oh, dat valt wel mee, hoor. Ik ben blij dat we nu weten hoe het zit. Kom mee, Cookie. Dag, allemaal. Dag, dag, dag Cookie. Mijn spons. Dank je wel, Snuffy. Sorry dat ik jou de schuld gaf, Snuffy. Ja, sorry. Sorry, Snuffy. Ja, het spijt ons allemaal, Snuffy. Ik geloof dat ze het ons vergeeft. Mooi. Laten we snel verder gaan, anders krijgen we het niet af voor morgen. Mag Snuffy vanaf nu elke dag mee naar school? Ik geloof dat ze nu al slim genoeg is. Denk je ook niet? Ja, dat is waar. Brave hond, Snuffy. Ja, je bent heel braaf. Oh, hallo, Nijntje. Zoek je iets? Het is laat zien en verteldag op school. We mogen iets speciaals meenemen van de juf. Dus jij neemt een kist mee? Nee, de kist is niet speciaal. Maar daar bewaar ik al mijn speciale dingen in. Zoals dit. Oh, je speelgoedboot. Die is zeker speciaal. Ja. Maar die heb ik de vorige keer al laten zien. Ik moet iets anders vinden. Je paraplu. Goed idee, Nijntje. Die is perfect. Nijntje, Nina is er. Oh, mooi zo. Ik ben hier, Nina. Kijk, Nijntje, kijk. Ik neem mijn paraplu mee naar school vandaag. Oh, maar ik ook. Ja, maar we kunnen niet allebei een paraplu meenemen. Je hebt gelijk. Het geeft niet. Ik zoek wel iets anders. Er zitten genoeg speciale dingen in mijn kist. Oh ja. Wat vind je hiervan? Mijn speciale veer. Die heeft oom Vliegenier van een verre reis meegebracht. Het is een kietelveer. Kijk maar. Hij doet het. Die moet je echt meenemen vandaag. Maar hij gaat snel kapot. Ik haal hem bijna nooit uit de kist. Er zal heus niks gebeuren als je hem heel goed vasthoudt. En de juf wil hem vast graag zien. Goed dan, ik neem hem mee. Kom op, anders komen we te laat. Hoi, Knorretje. Hoi, Nina. Moet je eens kijken wat ik ga laten zien. Tada! Mooi hoor, maar ik hoop dat het niet gaat regenen. Wat ga jij laten zien, Knorretje? Dit. Tada! Knorretje, dat is een stok. Het is niet zomaar een stok. Het is mijn baton. Kijk. Hop. Oh, wat kan je dat goed, Knorretje? Oh nee, mijn veer. Oh nee. Oh. Wacht maar, ik haal hem er wel af. Ik kan er niet bij. Misschien kan ik dat veer wel pakken met mijn baton. Nee, Knorretje. Straks ben jij ook nog je baton kwijt. Kijk! Mevrouw Vogel, wil je alsjeblieft de veer van Nijntje teruggeven? Oh, nee! Oh, nee! Mijn veer! Hij is weg! Goedemorgen. Ik heb zo'n zin in laat zien en vertel. Wat is er? Het speciale ding van Nijntje is net weggevlogen. Oh nee, wat jammer. Wat is dat? Dat laat ik zien en vertel ik later. Goedemorgen, kinderen. Omdat het vandaag zulk mooi weer is, kunnen we laat zien en vertel buiten doen. Ja! Is alles goed, Nijntje? Niet echt. Mijn speciale ding is net weggeweid. Oh, wat vervelend. Kom maar bij mij zitten, terwijl de anderen iets laten zien. Misschien knap je daarvan op. Daar.
Jij mag als eerste. Goed. Mijn laat zien en vertelding is al meer dan 100 jaar in onze familie. Het is een telescoop. Oh. Oh. Geweldig. Hij is erg oud. En hij is erg lang. Oeh. Als je er doorheen kijkt, kun je dingen zien die heel ver weg zijn. Nijntje, wat is er? Ik weet wat. Ik kan mijn laat zien en vertel toch doen. Oh ja? Ja. Mag ik je telescoop gebruiken, Daan? Ja, natuurlijk, Nijntje. Bedankt. Die hebben we nodig om helemaal daarheen te kijken. Kijk! Jouw speciale veer. Oh, ik zie hem. Oh, wat mooi zeg. Wat een mooie kleuren. Door jouw telescoop heb ik hem gevonden. Oh, ik ben blij dat hij wordt gebruikt. Meestal ligt hij maar in een oude kist. Mijn veer ook. Ik ben blij dat hij nu wordt gebruikt voor het nest van mevrouw Vogel. Oh, nu ik. Wauw, ik heb nog nooit een vogel met twee hoofden gezien. Huh? Dat is geen vogel met twee hoofden, Knorretje. Mevrouw Vogel heeft een jonkie. Oh, ja. Wat schattig. Tjilp, 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 tjilp. Wow, een luisterlieveersbeestje. Huh? Oh, Nina. Hier. Zo. Pas op, Nijntje. Spin. Dat is geen echte spin. Die is voor Halloween. Oh, dus daarom ben je verkleed als piraat. Ja. Iedereen mag zich verkleden met Halloween. Oh. Kapitein Nina. Nina, je bent een piraat. Jij ook. Leuk. Dan zijn we samen piraten. Arr. Ik vind het leuker als we allemaal anders verkleed zijn. Dan zijn we bijzonder. Wacht even. Pas op voor de zwevende pompoen. Dat is eng. Hij is voor ons Halloweenfeest. Wil jij een plekje vrijmaken op de tafel? Zijn we verschillend. Mooi. Laten we Knorretje halen. Het is tijd om langs de deuren te gaan. Oh ja. Dag papa. Dag. Kom op tijd terug voor het feestje. Knorretje, we zijn er. Wie klopt daar op mijn deur? Vampier Betje, laat mijn vrienden niet zo schrikken. Oh. Oh. Wat is er, Nijntje? Is er iets mis? Nijntje vindt het leuker als iedereen met Halloween anders verkleed is. Oh. Ik weet wat. Huh? Tada! Hier is Knorretje de astronaut. Oh, waar heb je dat vandaan? Ik heb het zelf gemaakt. Het is prachtig! Nu zijn we allemaal anders. Bedankt, Knorretje. Kom mee, dan gaan we langs de deuren. Ja, snoep op je lint. Dag meisjes, veel plezier. Spannend, het is Halloween. We krijgen heel veel snoep misschien. Kijk, pompoenen hier en daar. Alles is een beetje raar. Oh. Snoep of je leven. Wow. Wat een mooie verkleedkleren. Ja, aanschouw mijn schitterende gewaad. Ik heb ze van een paar oude gordijnen gemaakt. Wauw. Ja, nou,
Latovenaar Boris. En heks Barbara, jullie gedachten lezen. Jullie willen snoep. Hoe wisten jullie dat? Knoetje. Oeh, bedankt. Lekker. Bedankt, Barbara. Wat een goede tovertruc, tovenaar Boris. Vaarwel, kinderen. Dag, Boris. Dag, Barbara. Bedankt. Dag, meisjes. Oh, kom eens hier, jij. Snoep of je leven. Halloween is echt heel erg eng. Ik ben niet bang hoor. Piraten zijn nergens bang voor. Hallo meisjes. Oh wow. Wat bent u mooi verkleed aan de trein. Dank je Nijntje. Ik heb het zelf gemaakt. Hier is wat lekkers voor jullie. Dank u. Kom mee. Bedankt aan de trein. Dag. Dag. Dag meisjes. Oeh, welkom in het spookhuis. Wat een goede mummie, mami. Dank je. Hebben jullie het leuk gehad? Het was geweldig. Iedereen had supermooie verkleedkleren aan en ze waren allemaal anders. Ruik ik pompoensoep? Kom mee, Knorretje. Lekker. Oh. Hé, hey, Nijntje. Jij bent ook verkleed als ridder. Net als ik. Hoi, Knorretje. Hoi, Nina. Oh. Oh. Nijntje, is er iets mis? Ik ben blij dat Daan ook op het feestje is, maar ik wilde dat we allemaal anders verkleed waren voor Halloween. Ach, lieverd. Wat kunnen we daaraan doen? Ik weet het niet. Knorretje heeft haar eigen kostuum gemaakt. En tante Trein ook. Ik kan ook een kostuum maken. Dat is een goed idee, Nijntje. Wat heb je daarvoor nodig? Oh, ik weet het. Boris en Barbara hadden gordijnen gebruikt. Maar deze gordijnen laten we mooi hangen, hoor, Nijntje. Ik weet wat. Mama, wil je mij helpen? Het is toch heel erg, maar ik dacht dat ik helemaal niet bang was. Een spook! Ik zag een spook! Dat is toch geen echt spook? Dat is Nijntje. Jullie zijn er ingetrapt. Fijne Halloween allemaal! Fijne Halloween! Oh, Boris. Volgens mij wacht jij op iemand, Nijntje. Knulletje en ik mogen met Betje mee. En we gaan dieren zien. Echt heel veel. Zo wat leuk. Wat voor soort dieren? Vogels? Vlinders? Nee, leeuwen en zebra's. We gaan naar het safaripark. Goedemorgen, Nijntje. Klaar voor een wild avontuur? Nou en op. En jij, Knulletje? Ik kan niet wachten. Ik wil graag naar de leeuwen. Kijk, we zijn er. Hallo, welkom in het safaripark. 3 kaartjes graag. Meisjes, kom eens terug. Ik wil naar de leeuwen. Dat kan niet lopend. Er zijn geen kooien in een safaripark. Al onze dieren mogen hier vrij rondlopen. Zelfs de leeuwen? Ja, en daarom rijden we jullie veilig rond in een van onze speciale safaribussen. Parkwachter aan tourbus 1, kom naar de hoofdingang. We hebben bezoekers. Ik kom eraan, baas. Oh, dat is handig. Terwijl we op de bus wachten, zal ik jullie de regels uitleggen. Het is heel simpel. Stoor de dieren niet, dan storen zij jou ook niet. Kunnen jullie dat onthouden? Stoor de dieren niet, dan storen ze jou ook niet. Heel goed. Dat betekent niet voeren, niet naar ze roepen. En het belangrijkste, nooit
uit de bus stappen in het park. Oh. Kijk, daar is onze bus al. Wow. Hallo, meisjes. Willen jullie bijzondere dieren zien? Ja, graag. Oh, ja. We rijden nu langs een groep fraaie flamingo's. Flamingo's kunnen uren achter elkaar op één been staan. Ze kunnen zo zelfs in slaap vallen. Wow, dat zou ik nooit kunnen. Ik zou het niet eens willen. Zo, als iedereen het aandurft, rijden we nu naar de leeuwenkuil. Oeh. Leeuwen! Oh, ze slapen allemaal. Ja, leeuwen slapen het grootste deel van de dag. Als ik tegen ze bril, dan willen ze misschien terug. Wow. Nee, Knorretje. Weet je nog wat de parkwachter zei? We mogen niet naar de dieren roepen. Hoe zou jij het vinden als iemand naar je riep als je ligt te slapen? Dat zou ik niet leuk vinden. Slaap lekker, leeuwen. Die vogeltjes zijn klein. Die lange nek heeft het fijn. Een aapje kan je plagen. Een olifant kan klagen. Klein, fijn, plagen, klagen. Leuk om in het park te zijn. Moet je zien. Wow. Waarom staan we stil? Sorry allemaal, maar hier is een zebrapad. Wij zijn nu in hun gebied, dus we moeten geduldig wachten tot hij voorbij is. Grappige zebra. Wat is er? Waarom rijden we niet? Alweer sorry. Maar we zitten vast in de modder. Vast? Wat moeten we nu doen? Oh, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet wat. De walkie-talkie. Pardon, mevrouw. Kunt u misschien met de walkie-talkie de parkwachter om hulp vragen? Wat een geweldig idee. Weet je? Hier heb je de walkie-talkie. Praat zelf maar met hem. Het was tenslotte jouw idee. Oké. Hallo? Hallo, dit is Nijntje. Wat? Hallo, Nijntje, zeg je? Wat doe jij op de walkie-talkie? Onze bus is kapot gegaan. Bij de zebra's. Kunt u ons helpen? Blijf waar je bent, Nijntje. Ik kom eraan. Mooi. En we kunnen nog steeds naar de zebra's kijken. Hierheen. We zijn hier. We zijn gered. We gaan naar de andere bus. Wacht. Denk aan de belangrijkste regel. Stap nooit uit de bus. Oh ja. Maar hoe komen we hier dan uit? Dat is heel makkelijk. Hou je maar goed vast. Klaar? Oeh, hou je vast, meisjes. Hey, nu hoor ik toch nog de bril. Oh ja. Gelukkig. Hoera. Ik weet niet hoe het met jullie is, meiden, maar ik heb wel genoeg dieren gezien voor vandaag. Hallo, meisjes. Was het leuk? Wat vonden jullie het leukste? Ik vond het leuk toen de bus kapot ging. Toen de bus kapot ging? Lieve hemel. Ik vond het willen leuk. Wow. Oh, van de leeuwen? Nee, van de bus. Ja. Hallo, Nijntje. Wat ben je aan het doen? Ik maak een kaart. Kijk. Oh, wat mooi. Is er iemand jarig? Nee, het is Vaderdag. Voor papa dus. Zo, klaar. Mama, mama, hij is klaar. Heel goed, lieverd. Mag ik hem eens zien? Alsjeblieft. Prachtig. En dat vindt papa vast ook. Dankjewel, mama. Waar is papa? Mag ik hem nu geven? Natuurlijk. Papa mag wel een beetje opgevrolijkt worden. Hij is in de tuin aan het timmeren. En je weet hoe dat gaat als hij timmert. Ja.
Hallo, papa. Ik heb iets voor je. Kan het wachten? Ik heb mijn handen een beetje vol. Maar ik moet het vandaag aan je geven. Oh, waarom? Omdat het Vaderdag is. Oh, dank je, Nijntje. Het is prachtig. Dank je. Ik was helemaal vergeten dat het Vaderdag was. Oh. Wat is er, papa? Oh, en mijn vader dan? Ik heb opa helemaal geen Vaderdagskaartje gestuurd. Het is Vaderdag. Het is Vaderdag. Ik weet het. Vind je de kaart van Nijntje niet prachtig? Ja, natuurlijk. Maar mijn vader dan? Ik heb hem geen kaart gestuurd. Hij denkt vast dat ik het vergeten ben. Je bent het ook vergeten. Ik weet het. Oh, nee. Je kunt zelf een kaart maken. Net als ik. Ik help je wel. Echt waar? Oh, maar het is wel laat om hem op te sturen. Oh, nee. Je kunt hem ook zelf brengen. Ja, en dan hoef ik even niet te timmeren. Dat doen we. Ah, klaar. Goed zo, papa. Ja, we willen niet dat opa denkt dat we Vaderdag vergeten zijn. Kijk, daar is de rivier. We zijn er bijna. Oh nee! Oh nee! Oh nee! Alsjeblieft. Een stok. Goed idee, Nijntje. Maar jij moet niet te dicht bij het water komen. Oké. Okay. Het is dan misschien wel Vaderdag, maar het is niet mijn dag. Oh, papa. Niet verdrietig zijn. Ach, we kunnen maar beter opgeven, naar huis gaan en doen alsof het een gewone dag is. Maar we zijn er al bijna. We kunnen opa toch in ieder geval gedag zeggen? Denk je? Terwijl ik Vaderdag vergeten ben? Kom op, papa. Hij is vast heel blij om je te zien. Dat weet ik zeker. Zie dan. Oh. Hallo, jongen. Een Nijntje. Wat heb ik jullie lang niet gezien. Wat een leuke verrassing. Fijne Vaderdag. Het spijt me dat ik geen kaartje heb gestuurd. Is het Vaderdag? Dat wist ik niet. Ik had wel een kaart voor je gemaakt. Echt waar? Waar is die? Die is in een rivier gevallen. Wat? Het maakt niet uit. Nu jullie toch hier zijn, kunnen jullie me misschien helpen. Ik verf net oma groen. Opa. Jij met je verhalen. Maar wat was je aan het doen? Ik ben aan het verven in de tuin. Je kunt me helpen. Oh. Dit is leuk. Ja, inderdaad. Weet je het zeker, jongen? Toen je klein was, vond je verven nooit leuk. Hallo, Nijntje. En mijn lieve jongen. Hallo, oma. Hallo, mam. Ik dacht wel dat jullie hier waren. Waarom dacht je dat? Toen ik langs de rivier liep, vond ik dit. En ik herkende onmiddellijk je vaders handschrift. Kijk, papa. Ja, het handschrift is van mij, maar die kaart is voor opa. Fijne Vaderdag, pap. Oh, dank je, jongen. Wat prachtig. Alleen wel een beetje nat. Misschien is dit wel de mooiste Vaderdag van mijn leven. Van mij ook. We hebben zelfs het verfwerk afgemaakt. Kijk, helemaal droog. Ah, dank je wel, Nijntje. Poeh. Ik ben er moe van. Gelukkig is het maar één keer per jaar Vaderdag. Ja, maar er is ook nog Moederdag. Oh. Zorg maar dat je die niet vergeet.
Dan zorg ik dat er extra veel klusjes voor je klaar liggen. Ben je nog wakker, Nijntje? Ja. En? Hoe vond je je eerste keer bij een balletuitvoering? Het was prachtig. De jurken van de ballerina's schitterden helemaal. Het leken wel sterren. Inderdaad, Nijntje. En kijk eens hoe helder de maan vannacht is. Ik kijk liever recht voor me als jullie het niet erg vinden. Heel verstandig. Zo, sterrenkijkers, we zijn er. Eindelijk te... Hé, wat is dat? Het is een ster. Er viel een ster uit de lucht. Wat het ook is, het geeft veel licht. Hallo daar. Huh? Ik ken die stem. Dat is geen ster. Oh, vliegenier. Wat ben jij nog laat op? Ach, het is zo'n heldere nacht. Ik dacht dat je wel naar de sterren wilde kijken. Dat doe ik ook. Daar is er één die heel erg schittert. Twinkel, twinkel, kleine ster, schitter. Zie je wel? Ja, goed gezien, Nijntje. Maar lijkt het je niet leuk om ze van dichtbij te bekijken? Ik heb een verrassing voor je. Als jullie het goed vinden, natuurlijk. Mag het? Toe? Ik denk dat het wel kan. Het is morgen weekend, dus je kan uitslapen. Bedankt, mama. Neem deze maar mee voor als het koud wordt. Oké. Kom mee, Nijntje. We gaan naar de sterren kijken. Dag. Veel plezier. Oh, ik weet al wat we doen. We klimmen omhoog, zodat we dichter bij de sterren komen. Dat heb je goed geraden, Nijntje. Maar ik heb nog iets beters. Kom mee. Oh, wauw. Hier staat mijn telescoop. Kom maar eens kijken. Oh, ze zijn zo helder. En als ik hem die kant opricht... Mijn twinkelende ster. Twinkel, twinkel, grote ster. Oh, ja, heel mooi. Kunnen we ook naar de maan kijken? Natuurlijk kan dat. Doe maar. Wat is de maan groot. Ik kan hem bijna aanraken. Oh, bedankt, o vliegenier. Wat een fijne verrassing is dit. Misschien moeten we naar huis gaan. Het is al laat. Nog niet! Ik ben echt niet moe. Kijk! Dat is een vallende ster. Goed gezien, Nijntje. Dat brengt geluk. Oh, hij komt deze kant op. Mag ik kijken? Hij is uit de lucht gevallen. Hij moet hier ergens geland zijn. Ik denk het niet, Nijntje. Dat kan toch helemaal niet? Maar ik zag het. Ik zag hem vallen. Daar! Huh? Echt waar? Ja, echt. Ik zie hem glinsteren. Laten we hem gaan zoeken. Wacht op mij. Hier niet. We hebben overal gezocht, Nijntje. En het wordt al laat. Misschien moeten we het opgeven, goed? Nee, ik zag iets glinsteren. We waren daarboven en ik zag hier beneden iets glinsteren. Vanaf daarboven? Dat is bijzonder. Je gelooft me niet. Wat? Natuurlijk geloof ik je, Nijntje. Als jij zegt dat je het hebt gezien, dan is dat zo. En ik denk dat als we weer naar boven zouden gaan, we het weer kunnen zien.
terug naar de telescoop? Ik denk dat ik iets beters weet. Wee! Welkom bij de sterrenijntje. Wauw, wat is dit mooi zeg. Moet je eens naar beneden kijken. Dat is het. Dat is wat ik zag. Het is geen ster, het is de maan. De maan is in de vijver gevallen. Nee, het is de weerspiegeling van de maan in de vijver, Nijntje. En dat is maar goed ook. Maar je had dus gelijk, er glinsterde inderdaad iets daar. Ik wist het. Het is zo mooi. Zo mooi. Nijntje, gaat alles goed daar achterin? In diepe slaap en dromend over de sterren. Ik breng je naar huis. Heb je het druk, Nijntje? We geven een zomerfeestje. Ik help papa en mama om alles klaar te zetten. Wat een geluk dat het niet meer regent. Een zomerfeestje is heerlijk, maar het is niet hetzelfde als het niet in de tuin kan. Nijntje, wil jij misschien wat servetten pakken? Ja hoor, mama. Er is veel te doen. Ik zie het. Maar het is het waard. Ik mag mijn speciale feestjurk aan. Gaat het feest al beginnen? Oh, nog niet, Nijntje. Het feestje begint pas vanmiddag. Maar ik wil zo graag mijn feestjurk aan. Mag ik hem nu al aantrekken? Oh, vooruit dan maar. Ja! Yeah! Maar hou hem wel netjes, hoor. Doe ik. Bedankt, mama. Tot straks. Oh, nee, Snuffy. Niet springen. Ja, Snuffy. Oh, Snuffy. Wat heb je gedaan? Ach, het geeft niet. Je deed het niet expres. Ik veeg het er wel af. Oh. Misschien moet je wachten tot de modder droog is. Goed idee. Ik weet wat. Ik kan mijn jurk aan mijn vrienden laten zien terwijl ik daarop wacht. Dat is niet helemaal wat ik... Oh, help. Hoi, Boris. Wauw, Nijntje. Wat zie je er mooi uit. Dit is mijn feestjurk. Hoor ik Nijntje? Oh, Nijntje, wat goed dat ik je zie. Aardbeien of chocola? Hè? De taart voor het feestje. Aardbeien of chocola? Oh, aardbeien graag. Goeie keuze. Ik haal de jam. Tot vanmiddag. Dag, Nijntje. Naar mij, naar mij. Hallo allemaal. Tada! Hoe vinden jullie mijn jurk? Prachtig! Is die voor het feestje? Ik doe die van mij straks aan. Ik ook. Die van mij is ook heel mooi. Ik ga gewoon zo. Wil je voetballen? Ja, graag. Maar ik wil niet dat mijn jurk vies wordt. Ik blijf wel kijken. Daar kom voor jou, knolletje. Met je jurk? Het valt wel mee. Maar ik ga nu wel naar huis voordat het erger wordt. Dag! Tot straks! Boris, wil jij deze voor me openmaken? Natuurlijk! Wat is dat, Boris? Deze jampot! Ik krijg hem niet open! Oeps. Oh, nee. Je prachtige jurk. Ga maar gauw naar huis voordat het erin trekt. Je hebt gelijk. Tot straks op het feestje. Mama, mama. Oh, Nijntje, wat is er met je feestjurk gebeurd? Hij zit onder de zwarte pootjes, spetters en vlekken. Het geeft niet. Ik ga hem wassen. Maar dan is hij niet op tijd droog voor het feestje, Nijntje. Je moet iets anders aantrekken. Oh, nee. Ik wil een feestjurk aan.
Net als Knorretje en Nina. En jij, mama? Wat? Deze? Die wilde ik weggooien. Hij is te klein voor mij. Kijk maar. Maar ik ben kleiner dan jij. Denk je dat hij mij past? Jij bent een beetje te klein, Nijntje. Konden we de jurk maar een beetje kleiner maken? Misschien kan dat wel. Tante Trein is daar heel goed in. Breng hem maar naar haar toe en vraag of zij hem kan innemen. Ja, dat doe ik. Het feestje is daar hoor, Nijntje. Ik moet eerst nog een feestjurk hebben. Oh, ik dacht dat ze al een feestjurk had. Je bent precies op tijd. Ik wilde net naar jullie huis toe gaan voor het feestje. Eens kijken wat ik kan doen. Naaien maar, naaien maar. Iets voor hem of iets voor haar. Naaien maar, naaien maar. Oud wordt nieuw, nu is het klaar. Tada! Wat mooi! Kom maar gauw, anders komen we te laat. Deze stukjes gooi ik weg. Nee, wacht. Mag ik ze hebben? Heb je tijd om nog één ding te maken? Ik denk het wel, maar dan moet het wel snel. Eigenlijk mocht ik van mijn moeder van mezelf. Maar kijk eens. Wauw, Nijntje. Is dat een nieuwe feestjurk? Ja, ik bedoel, nee. Hij is oud en nieuw. Het is een supermooie jurk. Ik ga heel voorzichtig doen met deze jurk. Alleen voor feestjes. En ik heb ook nog iets voor jou, Daan. We hadden nog stof over, dus ik dacht dat jij dit misschien leuk zou vinden. Voor mij? Een strikje? Wat mooi zeg. Die bewaar ik ook speciaal voor feestjes. Zo, wie wil er taart? Ik! Ja! Graag! Ja, lekker! Lekker! Wel oppassen met de jam. Oh, kijk eens wat veel sneeuwvlokken. Inderdaad. Mooi, zeg. Huh? Dat was een grote sneeuwvlok. Dat was geen sneeuwvlok. Het was een sneeuwbal. Kom je buiten spelen, Nijntje? Ik kom eraan. Eén, twee, drie. Die was raak, Nijntje. Pas op, komt-ie. Daar kom ik. Die was raak. Oh, Knorretje, kan je wel? Rennen. Ja, raak. Mis. Hey! Hij wordt groter! Kijk! Wow! Wat goed, Nijntje! Hey! Als je nou een hele grote bal maakt, kunnen we een sneeuwkonijn maken! Oh ja! Wat een goed idee! Dit wordt het hoofd van het sneeuwkonijn. En wij maken het lijf van het sneeuwkonijn! Dit is zwaar, zeg. Wacht, ik zal je helpen. En wat nu? Nu de oren. Ja, goed idee. Zo. En sneeuwkonijn ogen. En een sneeuwkonijn mond. Perfect. Wat een mooi sneeuwkonijn. Hij lijkt precies op jou, Nijntje. Ja, ik zie het. Brr. Ik weet wat. We verstoppen ons. Oh. Hallo, papa. Hallo, Nijntje. Boe! Oh. Gevolg. Dit is Nijntje. En dit is Sneeuwnijntje. Inderdaad. Neem me niet kwalijk, Nijntje. Oh, oeps. Ik bedoel, neem me niet kwalijk, Nijntje. Ik moet nu even naar de brievenbus. Dag. Dag, papa.
Laten we nog een sneeuwkonijn maken. Een sneeuwpapakonijn. Ja, een hele grote. Ik denk dat die zo groot genoeg is, Knolletje. Zo. Wij helpen je wel, Nina. Gelukt. Snel. Zo, nu de oren. Ik help wel. La 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 la. La 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 la. Oh nee! Oeps, sorry Nijntje. Het geeft niet, Knorretje. Het ging per ongeluk. Maar wat moeten we nu doen? Ik weet wat. We hebben meer sneeuw nodig. Maar wat gaan we dan maken, Nijntje? Ik geef je een tip. Tjuka 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 tudu. Een trein. Een sneeuwtrein. Ja, precies. Goed idee. We hebben wagons nodig. Dank je. Ik ben gek op sneeuw. Zo. En hier. Snel. Gauw instappen voordat de trein vertrekt. Ja. Al machinist willen zijn. Ja! Welkom aan boord van de sneeuwtrein. Hij stopt op alle stations tot het huis van Nijntje. Tjoe, tjoe! Tjoe, tjoe! Tjoeke, tjoeke! Rijden maar! Tjoeke, tjoeke met elkaar! Tjoeke, tjoeke! Zo hard als hij kan! Daar zijn we dan! Psst. Hoera! Nou, wie wil er warme chocolademelk? Ja! Oh, 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 oh! Papa! Oh. Bedankt, meiden. Hey, kijk! Wauw! Een sneeuwpapa! Je hebt een liggende sneeuwpapa gemaakt! Ik zie het! Hey, laten we ook een sneeuwknorretje maken! Ja, ja! Ja. Oh. Ik ben een sneeuwpapa. Ik maak een sneeuwknotje. Fijn dat jullie willen helpen om het hek te verven, meisjes. Natuurlijk, we vinden verven leuk. Hier heb je een kwast, Knorretje. Bedankt. En eentje voor jou, Nijntje. Bedankt. Daar. Hier nog een stukje. Zo, en daar nog wat. Ik kan heel goed verven. Ik heb een keer het huis geschilderd van Betje in 1 minuut. Wauw! Echt waar, Knorretje? Nee hoor. Het was een grapje. Oh, Knorretje. Eigenlijk duurde het 2 minuten. 1 minuut voor de binnenkant en 1 minuut voor de buitenkant. Knorretje. Het was gewoon een grapje. Oh, pas op, Kim. De verf is nat. Zo. Helemaal van hier tot daar. Oh. Hey, kijk uit, paard. De verf is nat. Oh, het is wel veel werk. Zeg, ik krijg dorst van al dat harde werken. Willen jullie wat sap? Ja, graag. Lekker. Ik ben zo terug.
Wij gaan door met verven. Klaar. Nu ga ik de andere kant verven. Boer Jan blijft wel lang weg. Misschien heeft hij hulp nodig. Boer Jan! En hier nog een beetje. Boer Jan! Oh! Alsjeblieft. Wortelsap. Daar ben ik gek op. Nijntje! Je laat het nooit. Ik zag net een zebra. Een zebra? Weet je dat zeker, Knorretje? Er zijn geen zebra's op mijn boerderij. Maar ik zag echt een zebra. Zit je nu weer een grapje te maken, Knorretje? Nee, ik zag echt een zebra. Hij was daar. Kom, we gaan kijken. Ik zie hem niet. Hij was hier, maar nu is hij weg. Wat een goede grap, Knorretje. Het is geen grap. Hij was hier. Echt waar. Laten we dan gaan zoeken. Dat mag als je dat wilt. Ik zal dit hek wel afmaken. Kom mee. Daarheen. Ik zal daar kijken. Geen zebra's. En hier? Hier ook niet. Nijntje, kijk eens naar deze blaadjes. Oh, hier heeft iemand aan geknabbeld. Oh, dat was de zebra. We komen vast in de buurt. Alleen eendjes. Geen zebra's. Misschien is hij hier wat gaan drinken en toen daarheen gegaan. Kom mee. Het was geen grapje van mijn Nijntje. Ik heb echt een zebra gezien. Het is goed, Knorretje. Ik geloof je. Dank je, Nijntje. Ik weet wat. Als we hoog staan, kunnen we beter zoeken. Ik zie nog steeds geen zebra's. Jij wel? Nee. Nou ja, we hebben het geprobeerd. Laten we maar teruggaan om Boer Jan te helpen. Oké. En, gevonden? Hebben jullie hem gezien? Nee, we hebben overal gezocht, maar we hebben geen zebra's gevonden. Oh nee, geen zebra's? Ik bedoelde mijn paard. Iemand heeft het hek opengelaten en nu is hij weggelopen. Nee, we hebben ook geen paard gezien. Toch, Knorretje? Nee, ik ben helemaal niet goed in zoeken. Kijk uit, Knorretje. De verf is nog nat. Oh. Je hebt een streep op je rug. Mijn zebra. Mijn paard. Hij heeft vast tegen het natte hek geleund. Net als jij, Knorretje. Dat is het. Het spijt me dat ik je niet geloofde, Knorretje. Hij lijkt nu inderdaad op een zebra. Dat geeft niet. Hij lijkt op allebei. Hallo, zebra. Hallo, paard. Hallo, zebra paard. Laten we die zebra nu maar gaan schoonmaken. En jou ook, Knorretje. Pas op, Boer Jan. De verf is nat. Dag. Tot morgen. Dag. Oh, vergeet niet dat het morgen sportdag is. Oh, onze eerste sportdag. Dat klinkt spannend. Dat is het ook. Het is een hindernisbaan waarbij je goed moet kunnen rennen, springen en je evenwicht bewaren. En vergeet gooien niet. Zijn er ook prijzen? Natuurlijk. Als je alle hindernissen hebt gedaan, dan krijg je een diploma. Wow! Tot morgen. Dag. Ik denk dat we vandaag nog even moeten oefenen voor de sportdag. We kunnen samen oefenen. Op de speelplaats. Wie er het eerste is. Kom op, Daan. Sorry.
Ik ben niet zo goed in rennen. Het geeft niet, Daan. Rennen is maar een stukje van de sportdag. Je bent vast goed in andere stukjes. Kom mee. Bij de sportdag moet je ook springen. Kijk zo. Tadaa! Dat lijkt me leuk. Nu ik. Hop, hop, hop. Goed zo. Hop. Oh nee. Gaat het wel, Nijntje? Ja hoor, het gaat. Ik ben gewoon niet zo goed in springen. Maar je bent wel goed in rennen. En je bent ook vast goed in andere dingen. Zoals je evenwicht bewaren. Daar ben ik heel goed in. Kijk. Hup. Probeer jij maar eens. Oh. Oh. Wow. Oh. Oh, ik weet het niet. Ik ben een beetje wiebelig. Wow. Rustig, mijn knorretje. Wow. Zo. We hoeven nog maar één ding te oefenen. Gooien! Oh, ik heb een bal in mijn tas. Eens kijken wie hem het verste kan gooien. Ik ga eerst. Wauw, mooie worpknorretje. Vangen! Misschien kan ik je wel verslaan. Ja! Nee, ik. Mag ik eens? Oh, ik ben niet zo goed in gooien. Ik was niet goed in rennen. Ik was niet zo goed in mijn evenwicht bewaren. En bij het springen viel ik voorover. Misschien kunnen we even iets anders spelen. Wat dacht je van ridders en draken? Ja, dan ben ik Knolletje de ridder. Ik ben Nijntje de dappere. En ik ben moedige heer Daan. Snel, de draak komt eraan. Rennen! Kijk, kijk! Wacht, ik dacht dat we gingen oefenen voor de sportdag. Zullen we eerst even gaan spelen? Dat is veel leuker. Dan ben jij Nina de tovenaar. De slimste tovenaar van allemaal. Toverbal! Woesh! Goeie spreuk, Nina de tovenaar. Kijk uit, een draak. Hij komt eraan. Toverbal! Woesh! Kijk uit! Mij maak je niet bang hoor, draak. Eerst moeten jullie over een balk lopen. Dan ren je zo snel als je kunt naar de bal en gooi je die door de hoepel. Als je dat hebt gedaan, spring je in de ringen en ga je over de finish. Dat ziet er leuk uit, hè? Wat is er? Ik dacht dat jullie zin hadden in de sportdag. Eerst wel, maar het oefenen ging gisteren niet zo goed. Jullie hebben het hele jaar gesport. Jullie kunnen het heel goed. Maar niet alles. Ik kan niet zo goed gooien. En ik kan niet hard rennen. Ik doe liever niet mee met de sportdag. Ridders en draken was veel leuker. Oh, misschien kunnen we de sportdag veranderen in ridders en draken. Kom mee, Knorretje de ridder. Er is een draak ontsnapt. Oh, nee. Oh, kijk, kijk. Val niet van de rots met de kiezels. We hebben een toverbal nodig, Nina de tovenaar. Toverbal, woesh! Ja! Yeah. Toverbal! Vergeet mij niet. Moedige heer Daan schiet de hulp. Rennen, rennen! Ik dacht dat jullie geen zin hadden in de sportdag. Dat was ook zo. Maar jullie doen alle hindernissen. Ja, we spelen namelijk ridders en draken. De hindernissen leken een beetje moeilijk. Dus we maakten er een spelletje van. Dit is leuk. Wat een goed idee, Nijntje. Ja. Haha. Spring je zo snel mogelijk als je kunt door het spokenbomenbos. Laat je niet pakken door de stekeltakken. Toverbal, woesh. Ja. Oh, yeah. Sneeuw, spring op deze marshmallows. Hop. We moeten over het moeras van smeltende chocola. Hop. We zijn er bijna. We moeten naar het kasteel. Heel goed, Knorretje de ridder en al je dappere vrienden. Hier is jullie beloning. Ja! Bedankt, juf. Woehoe!
Mogen we nog een keer? Ik zou niet weten waarom niet, maar mag ik dan de draak zijn? Naar het speelhuis, Knorretje? Ik denk het wel. Oké, dan zie ik je daar. Lieve help, ik geloof dat Knorretje een beetje knorrig is. Ze is al de hele dag stil. Misschien wordt ze vrolijk van het speelhuis. Ik hoop het. Niemand vindt een knorrige Knorretje leuk. Sneeuw! Tikkie, jij bent hem! Je kan me toch niet pakken! Rennen! Je kan me toch niet pakken! Tikkie, jij bent een knaartje! Tikkie, knorretje! Ga je ons niet pakken? Nee, ik heb er geen zin in vandaag. Oh, oké. We kunnen ook cafeetje spelen. Dat vind je leuk, toch? Ja, mag ik zo'n soepbroodje? Die zijn heerlijk. Vandaag niet. Ik heb nergens zin in. Oh, nee. Oh, ik weet wat. Ik doe deze keer het café. Kom mee, Daan. Ja. Gaat alles goed met je knorretje? Wat wilt u bestellen, meneer? Heeft u nog zoete broodjes? Natuurlijk! Er is niets. Maar zo klinkt het niet. Eigenlijk klink je best wel knorrig. Ik klink niet! Auw. Wat is er? Ik ben zelf niet knorrig, maar mijn kies wel. Ik heb een knorrige kies. Een knorrige kies? Ja, hij wiebelt helemaal. En het doet pijn als ik... Auw! Misschien heb je je tanden niet goed gepoetst. Wel waar. Ik poets 2 keer per dag. Het is niet mijn schuld dat mijn kies wiebelt. Het is vast niet leuk als je kies knorrig is. Het is ook niet leuk als knorretje knorrig is. Beetje weet vast wat we moeten doen. Oh, ik zie het. Ja, dat ziet er heel erg pijnlijk uit. Komt het omdat ze haar tanden niet goed gepoetst heeft? Nee, het is een melkkies van Knorretje die los zit. Dat weet ik nog. Daar had juf over verteld. Onze melktanden gaan eruit om plaats te maken voor volwassen tanden. Natuurlijk. Oh ja, nu weet ik het weer. Ik weet het ook weer. Ben ik dan nu volwassen? Niet helemaal, Knorretje. Moet ik nu naar de tandarts? Nee, hij komt er vanzelf uit. Je kunt het beste iets gaan doen waardoor je er niet meer aan denkt. Ja, en ik weet precies wat. Drie kleine aapjes bij elkaar. Aapjes, aapjes, rennen maar. Aapje spring, aapje hop. Aapje wil niet dat ik stop. Eén klein aapje draait in het rond. Rond en rond en op de grond. Dat was leuk. Oh, een appel. Auw. Wat is er gebeurd? Hey, kijk. Mijn knorrige kies is eruit. Wauw. Cool. Hoe voel je je nu, Knorretje? Het is over. Het doet niet meer pijn. Wat fijn. Oh, goed zo, Knorretje. Ik zei al dat hij er vanzelf uit zou komen. Nu mag je hem neerleggen voor de tandenvee. Oh. De tandenvee? Ja, je legt hem vannacht onder je kussen en dan komt de tandenvee en die ruilt hem voor een muntje. Een muntje? Voor een kies? Wauw. Ik geloof dat mijn kies ook een beetje wiebelt. Rustig maar, Nina. Jij komt ook aan de beurt. Jullie allemaal. Mag ik nu alvast naar bed? Het wordt al een beetje laat.
Ik zet de kruiwagen weg en dan gaan we ons klaarmaken voor de nacht. Je hebt geluk, Knorretje. Tot morgen. Succes met de tandenvee, Knorretje. Ik heb hem. Hier, Nijntje. Komt-ie dan. Oh, hoi, Nina. Hallo. Hallo. Ik ben benieuwd of de tandenvee vannacht bij Knorretje is geweest. Ik hoop het. Daar komen we gauw genoeg achter. Daar is ze. Oh. Ze is geweest, ze is geweest. De tandenvee is geweest. Heeft ze een muntje neergelegd? Ja, en daar heb ik dit van gekocht. Tada! Zoete broodjes? Ja! Broodjes! Allemaal één. Om sorry te zeggen dat ik gisteren zo knorrig was. Auw! Wat is er, Nina? Mijn kies is eruit. Wauw! Ik zei toch dat hij wiebelde? Mooi, dan neem jij morgen zoete broodjes mee. Knorretje! Lekker! Hier, daar komt hij, Nijntje. Heb eens. Hier! Vang het aan! Ah, bijna, Snuffy! Snuffy is heel graag de lummel, hè? Nijntje, Daan, het eten staat klaar. Gaan jullie je handen wassen? Goed. Tot straks, Snuffy. Dat ziet er gezellig uit, Nijntje. Ja. Daan is hier de hele middag. We hebben spelletjes gedaan en tekeningen gemaakt. Jullie hebben het druk gehad. Ja. Jammer dat hij na het eten weer weg moet. Maar misschien hoeft dat niet. Oh, ik snap het. Misschien mag hij blijven slapen. Daan! Mama, mag Daan bij ons blijven slapen? Ik zou niet weten waarom niet. Als Daan het ook wil natuurlijk. Oh ja, graag. Na het eten bel ik zijn papa en mama om te vragen of het goed is. Ja! Hou je niet zo van ertjes, Daan? Nee, niet echt. Je bent de gast, dus je hoeft ze niet te eten hoor als je niet wilt. Niet iedereen vindt hetzelfde lekker. Ik hou er ook niet van, hoor. Nee, maar jij bent geen gast. Dus jij moet ze allemaal opeten. Oh, ja. Ik heb nog nooit ergens anders geslapen. Het wordt superleuk. Hier is een deken. En je moeder heeft je pyjama en je tandenborstel gebracht. Met die kussens ligt het lekker zacht. Eigenlijk... heb ik nu al zin om te slapen? Nee, gekkie. We zijn nog niet klaar om naar bed te gaan. We trekken de pyjama aan. We wassen voor het slapen gaan. Ook tandenpoetsen hoort erbij. Rustig aan, het is zo voorbij. Ligt iedereen al klaar dan tot besluit? Kies een mooi verhaaltje uit. En toen zei de kleine groene kikker... Ik hou ook van jou. De kleine groene kikker is mijn... lievelingsboek. Ik ken dit niet. Maar het is mooi. Ik zie twee slaperige konijntjes. Wel te rusten. Slaap lekker. Wel te rusten. Is alles goed, Daan? Ja. Ik bedoel, nee. Ik kan niet slapen. Lig je niet lekker? Misschien moeten we ruilen. Oh. Beter? Het voelt niet helemaal goed. Misschien weten papa en mama wat er is. Hé, hey, wat is er? Daan kan niet slapen. Het voelt niet helemaal goed. Oh ja, dat overkomt mij ook wel eens. Maak je geen zorgen. Even denken. Heb je alles gedaan wat je anders ook doet voordat je gaat slapen? Natuurlijk. Ze hebben hun pyjama aangedaan, gezicht gewassen, tanden gepoetst, verhaaltje gelezen. Alles precies zoals altijd, behalve dat Daan hier nu is. Oh,
alles gedaan zoals wij het altijd doen. Maar misschien doet Daan het wel anders. Je hebt gelijk, Nijntje. Iedereen is anders. Niemand is hetzelfde. We moeten het gewoon overdoen. Maar nu doen we het zoals Daan het altijd doet. Wat goed bedacht. Wat doe jij voordat je naar bed gaat, Daan? Ik trek eerst mijn pyjama aan. Dat hebben we gedaan. En dan? En dan was ik mijn gezicht. Zo, en dan poetsen we onze tanden. Eigenlijk niet. Voordat ik mijn tanden poets, drink ik nog een beker chocolademelk. Chocolademelk? Wat een goed idee. Kom mee. Kom. Dit is heerlijk. Weet je zeker dat jij niets hoeft? Misschien een beetje. Van chocolademelk word ik altijd heel slaperig. Lekker. Mag ik ook elke avond chocolademelk, papa? Misschien niet elke avond, maar het mag wel als er iets bijzonders is. Dus als iemand blijft slapen. Precies. Ik ben nu klaar om te gaan slapen. Oké, alleen nog even je tanden poetsen. Dag, papa. Wat rusten. Slaap lekker. Nog een keer. Als we alles nog eens overdoen, dan krijgen we ook nog een verhaaltje. Ja. Papa, mogen we nog een ver... Oh. Door het bedritueel van Daan is papa ook in slaap gevallen. Zal ik jullie dan nog even voorlezen? Ja, graag. Er was eens een kikker, groen en klein. Hij leefde op een lelieblad, groot en fijn. En hij zei... Ik hou van jou. Oh, bedankt voor jullie hulp met de boodschappen, meisjes. Ik ben gek op de supermarkt. En op alles wat er te koop is. Vooral de aardbeien. Bos. Bos. Hou de eieren goed vast, Nijntje. Ja, papa. De auto zit onder de modder. Ik hou van modder. Oh, ik niet. Ik moet hem straks schoonmaken. Kijk, papa. De eieren zijn nog heel. Oh, wat een opluchting. Zo klaar. Hé, wacht eens. Heb jij de aardbeien, Nijntje? Nee. Mijn tas is ook leeg. Papa, we kunnen de aardbeien niet vinden. Oh, dan hebben we vast de aardbeien in de supermarkt laten liggen. Oh, ik wil net zo'n zin in aardbeien. Kunnen we teruggaan? Het is een lange rit naar de supermarkt. Oh, misschien in de winkel van Barbara. Zij heeft aardbeien. Ja, goed idee. Dat is een goed idee. Daar kan ik naartoe lopen. Gaan jullie hier maar spelen, dan ga ik ze halen. Ik kom zo snel mogelijk terug. Dag, papa. Kijk, Nijntje, wat voor moederspetters. Ik weet wat. Laten we hem gaan wassen, terwijl papa de aardbeien haalt. Ja, wat een goed idee. Dan doen we ook iets leuks voor hem. Ja. Hier heb je een sponsknulletje. En een emmer. Zo. Hij is heel zwaar. Nee, knorretje, niet zo. Hij moet met water. Kijk zo. Zie je? Oh. Hallo, Barbara. Ik wil graag wat aardbeien, alsjeblieft. Het spijt me. Die zijn helaas uitverkocht. Oh. Maar ik heb nog wel druiven en ook kersen. Niet vandaag, sorry. Ik wil alleen maar aardbeien. Er is vandaag markt. Probeert u het daar eens? Oh, dank je, Barbara. Dat doe ik. Dag! Niet zo snel, Nijntje. Je maakt me helemaal nat. Maar het moet wel snel, Knorretje. Ik wil dat de auto schoon is voordat papa terugkomt. Nijntje, nu is de emmer helemaal leeg.
We nemen de tuinslang. Dan gaat het veel sneller. Ja, ja! Ha, een doosje aardbeien graag. Sorry, ik heb geen aardbeien meer. Misschien bij de boerderij. De boerderij? Oké. Sta je klaar, Knorretje? Ja, doe maar! Wow! Knorretje, je bent er helemaal nat. Hey, kijk! Wat mooi. Oh, nee! Oeps! Nou, de binnenkant is tenminste schoon. Het lukt ons nooit om het af te krijgen. Jawel hoor, kom mee. Zo. Jan, daar ben je. Ik ben op zoek naar aardbeien. Sorry, ik heb geen aardbeien meer. Ik heb ze gisteren allemaal naar de supermarkt gebracht. Oh, het was sneller geweest als ik toch meteen daar naartoe was gegaan. Ik heb wel pruimen. Nee, dank je. Oh. Papa, papa! Kijk eens wat wij hebben gedaan. Kijk, papa. Oh, meisjes. Jullie hebben de auto voor me gewassen. Wat een fijne verrassing. Dank jullie wel. Mogen wij nu onze verrassing? Oh, het spijt me. Er waren nergens aardbeien te krijgen. Oh. Huh? Wat hoor ik? Oh, dat is een vliegenier. Hallo, Nijntje. Hallo, Knorretje. Hallo, vliegenier. Bent u ver weg geweest? Ja, heel ver. En kijk eens. Ik heb... aardbeien! Hoera! Ja, lekker zoet en sappig. Mogen we ze opeten? Ja, natuurlijk. Lekker! Zo lekker! Nu moeten we iets aardigs terug doen. Ik weet wat. We kunnen het vliegtuig wassen. Wow, ik heb nog nooit een vliegtuig gewassen. Dat is vast leuk. Laten we het samen doen. Maar misschien moeten jullie eerst jezelf even wassen. Oh. Ja. 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Waar zou Daan zitten? Nee, niet hier. Aha, ik zie een oor. Ik heb je, Daan. Je oren kwamen er bovenuit. Oh, stomme oren. Nu mag jij je verstoppen. 1, 2, 3. Wie niet weg is, is... Ik zie je, Nijntje. Dat is veel te makkelijk. Oh... Er zijn hier ook niet veel verstopplekken. Ik weet wat. Laten we buiten gaan spelen. Ja, goed idee. Kom mee. Waar gaan jullie naartoe? Het is lunchtijd. Maar we gaan buiten verstoppertje spelen. Ik heb een idee. Ik zal dit in een picknickmand doen. Dan kunnen jullie buiten spelen en ook nog lunchen. Oh, ja, joepie. Een picknick. Ik ben gek op picknicken. Bedankt, mama. 8, 9, 10. Daan, ik kom eraan. Ik zoek Daan. Waar, oh waar? Is hij hier? Of is hij daar? Gevonden! Oh. Je bent hier te goed in, Nijntje. Zullen we nu gaan picknicken? Goed idee. Dat lijkt me een goed plekje.
Zo. Oké. Boterhammen? Oh, stukjes wortel. Ja, lekker. Ik heb honger. Ruik ik boterhammen? Ja, knurretje. Kom er maar bij. Er is genoeg voor iedereen. Ja, graag. Hatjoe. Gezondheid. Ben je verkouden? Nee. Ik heb last van hooikoorts. Dat krijg ik als ik in de buurt ben van... bloemen. Oh. Dan kunnen we hier geen picknick houden. We gaan wel een ander plekje zoeken. Oké. Goed, dan gaan we... Hierheen. Hier zijn geen bloemen. Achoo. Dit is een mooi plekje. Geen bloemen. Goede keuze, knurretje. Wacht, moet je ook niezen van bomen, Daan? Nee, nog niet. Mooi. Boterhammen? Dank je. Oh, daar zijn jullie. Ik heb jullie overal gezocht. Hoi, Nina. Wil je een boterham? Oh, dank je. Er is genoeg voor iedereen. Hè? Oh? En ook genoeg appels. Hé, hey, we proberen hier te picknicken. Oh. Nou, ze waren hier wel eerder, Knorretje. We moeten een ander plekje zoeken. Ergens waar geen bloemen zijn. Of vogels. Ik weet precies waar. Volg mij maar. Kom mee allemaal. Oké. Knorretje. Ja, ik kom. Het speelhuis. Natuurlijk. Geen bloemen? Geen vogels. Het is perfect. Hier gaan we zitten. Hier. Ah. Waar komt die herrie vandaan? Ik ben het maar. Ik wilde even snel het speelhuis repareren. Oeh, zijn jullie aan het picknicken? Wat leuk. Wat een herrie! Hier kunnen we niet blijven. Ik krijg hoofdpijn. We moeten een plekje vinden waar geen herrie... Oh, ik weet het perfecte plekje. Deze kant op. Sneeuw, kom mee. We komen eraan. Wacht, Nantje. Het is geen lekker weer voor een picknick. Ze zijn weg. Oh, rennen. Sneeuw, Knorretje. Je had gelijk, Nantje. Dit is de perfecte plek voor een picknick. Geen bloemen. Geen vogels. Geen herrie. En geen regen. Je kunt hier alleen niet zo goed verstoppertjes spelen. Ik zie dat jullie naar binnen zijn gegaan. Met z'n allen. Lieve hemel. Ja. Iedereen wilde meedoen bij de picknick. Ik zie het. Het is maar goed dat je teruggekomen bent. Want ik was vergeten om nog iets lekkers in te pakken. Dat geeft niet. Dit hadden we van de vogels gekregen. Fijn gedaan, ja. Goed gedaan, Knorretje. Ah, eindelijk thuis. Ik dacht dat we nooit terug zouden komen. Het is lastig om in de sneeuw te rijden. En het gaat langzaam. Oh, kijk. Toen we weg waren, is er iemand bij ons huis geweest. Hoe weet je dat? Voetsporen. Kijk maar. Inderdaad. Van wie zouden die zijn? Ze zijn bijna net zo groot als die van mij. Ik denk dat het een van mijn vrienden was. Misschien helpt dit om te weten wie hier was. Het was onder de deur doorgeschoven. Het is een kerstkaart. Van Knurretje. Het zijn haar voetsporen. Mysterie opgelost. Zo, snel naar binnen, Nijntje.
Oh, het is er koud, zeg. Hé, hey, waar ga jij naartoe? Ik ga ook een kaart aan Knorretje geven. Maar ze kan overal zijn. Ik weet niet waar Knorretje is, maar ik zie wel haar voetsporen. Die ga ik gewoon volgen. Aha! Knorretje! Knorretje! Nijntje! Bedankt voor de kaart, Knorretje. Ik heb er voor jou ook eentje. Oh, dank je, Nijntje. Maar hoe wist je dat ik in de biep was? Ik volgde je voetsporen in de sneeuw. Dat was leuk. Wauw, mag ik meedoen? Dan volg ik jouw voetsporen. Oh, wacht. Je bent al hier. Je kan die van mij niet volgen, Knorretje. Maar die kunnen we wel volgen. Ze zijn best klein. Van wie zouden die zijn? Dat gaan we uitzoeken. Daar. Ze gaan naar het speelhuis. Misschien zijn ze van Daan. Nee, ze zijn te klein voor Daan. Huh? Sniffy! Kijk, nieuwe voetsporen. Oh. Oeh. Van wie zouden die zijn? Zulke kleine hebben we nog niet gezien. Oh. Waar zijn ze gebleven? De sporen waren van hem. Hallo, meneer Roodborst. Daarom kunnen we je niet volgen. Wauw, moet je deze zien, Nijntje? Dat spoor is enorm. Wat maakt nou zo'n kronkelspoor? Misschien is het een slang. Of de staart van een monster. Of een sneeuwmonster. Knorretje, sneeuwmonsters bestaan toch niet? Laten we het spoor volgen. Dan zien we wat het echt is. Oké. Nijntje, wat... Luister. Het is een sneeuwmonster. Wat een gedoe. Dat is geen sneeuwmonster. Het is Boris. Hè? Boris, jij bent geen sneeuwmonster. Dat hoop ik niet, nee. Ik probeer deze kerstboom naar huis te slepen, maar hij is zwaarder dan ik dacht. Dat vreemde spoor komt door het slepen van de boom. Wacht, wij zullen je helpen. Oh, bedankt. Dat zou fijn zijn. 1, 2, 3, hup! Ik wist wel dat sneeuwmonsters niet bestaan. Zo, dat wordt een hele mooie verrassing. Kom mee, vanaf hier wordt het makkelijker. Zo, perfect. Ah, en geen seconde te vroeg. Hey, willen jullie helpen met het versieren van de boom voordat Barbara terugkomt? Ja, ja graag. Yippie! Ja! Deze kerstbal doe ik hier. Dit is leuk, we hebben plezier. Deze hoog, deze laag. Val niet, Boris, we helpen graag. Zo, helemaal klaar. Boris, ben je thuis? Oh, net op tijd, snel. Boris? Verrassing! Oh, hij is prachtig. Wat een mooie verrassing. We hoeven nog maar één ding te doen. Nijntje? Ja! Oh. Wat goed dat we die sneeuwspoor hebben gevolgd, Nijntje. Ja, je weet maar nooit waar ze je naartoe brengen. Jullie hebben mijn voetsporen nog niet gevolgd, dus dat zou ik maar eens doen.
Waarom? Omdat ze naar de keuken gaan. Voor warme chocolademelk. Jippie! Warme chocolademelk! Daar ben ik gek op! Zit! Snuffy, zit! Zit! Goed zo, Snuffy. Wat doe je, Nijntje? Ik ben Snuffy aan het trainen voor de huisdiershow. We gaan een hindernisbaan doen. Kijk! Kom maar, Snuffy. Gaat het goed? Best wel. Erover, Snuffy. Nee, erover gaat zo. Hop. Goed zo, Snuffy. Ze vindt het fijn om mij te volgen. Kom maar, Snuffy. Je mag me helemaal naar de huisdiershow volgen. Een gele graag. Alsjeblieft. Dank u. La, 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 la. Mag ik alsjeblieft een wortelburger, Betje? Nog niet, Knorretje. Ze liggen er net op. Het duurt even voordat ze klaar zijn. Nee, nee. Voor jou geen wortelburger, Snuffy. Het begint. Kom mee, Snuffy. Het begint. Dames en heren, het is tijd voor het evenement waar u alle op hebt gewacht. De huisdiershow. Als eerste is Daan met Bubbles. Bubbles gaat voor ons zingen. Oh. Een zingende vis? Doe niet zo gek. Wauw, Bubbles kan echt zingen. Zag je dat, Snuffy? Wat een knappe vis. Goed gedaan, Bubbles. En Daan ook natuurlijk. Jullie krijgen een medaille. Ja. Kijk, Snuffy. We kunnen een medaille winnen. En dan komt nu Boris met Bliksem. Bliksem is een detective. Een detective, zeg je? Ik heb nog nooit een schildpaddetective gezien. Kun je zorgen dat Bliksem niks ziet, terwijl ik dit slaapblaadje verstop? Zo, detective Bliksem. Waar is de sla? Doe maar, Bliksem. Oeh. Kijk eens aan. Wat knap, zeg. Goed gedaan, Bliksem. Jij bent de beste schildpaddetective die ik ooit heb gezien. Goed gedaan, Bliksem. En dan nu graag een applaus voor Nijntje met Snuffy. Ja! Nijntje, Snuffy! Oh, dat wil ik zien. Kom op, Snuffy. Snuffy? Zit. Rond. Goed zo, Snuffy. Ja, Snuffy. Oh, nee. Nu erover, Snuffy. Kom terug, Snuffy. Oh, bedankt, Nijntje en Snuffy. Zo, wie hebben we hier? Ik ben Nina. En dit hier is Pinda de papegaaidichter. Let maar op. 1 en 2. Ja, drink een kopje thee. Doe je mee? Ja, drink een kopje thee. Snuffy, kom terug. Dan doen we het nog eens. Snuffy, zo krijgen we nooit een medaille. Oh ja, je deed de hindernisbaan het beste toen je mij nadeed. Misschien kunnen we toch nog een medaille winnen. Kom mee, Snuffy. Hopsakee. Ja, drink een kopje thee. Hoera. Pinda de papegaaidichter, jij krijgt een medaille. Oh, dank u wel. Misschien wil hij liever een kopje thee. Oom Vliegenier. Hallo, Nijntje. Wil Snuffy nou toch meedoen? Ja, mogen we nog een keer? Ja, dat mag zeker. Hoera! Hup, Nijntje! Snuffy, zit.
Goed zo. Nu rond. Erover. Snuffy. Erover. Erover, Snuffy. Snuffy. Ik geloof dat er iets aanbrandt. Oh nee. Mijn wortelburger. Het spijt me. Ik was zo bezig met de huisdierenshow dat ik de wortelburgers ben vergeten. Gelukkig heeft Snuffy het geroken. Ja, anders was er brand geweest. Goed gedaan, Snuffy. Ja, Snuffy. Dames en heren, tijd voor de laatste presentatie. Ik kan Snuffy helaas geen medaille geven voor de hindernisbaan, want die maakte ze niet af. Maar ik geef haar wel vol trots deze speciale medaille, omdat ze zo'n geweldige brandweerhond is. Goed gedaan, Snuffy. Goed gedaan, Leintje. Goed gedaan, Snuffy. Goed zo, Snuffy. Hallo, Nijntje. Hoi, Boris. Waar ga jij zo snel naartoe? Ik ga met Nina en Daan spelen in het speelhuis. Oh, daar kom ik net vandaan. Dan zie je het cadeau wat ik voor Daan heb gemaakt. Als je geluk hebt, mag je er misschien wel op. Echt waar? Wat is het dan? Dat verklap ik niet. Je komt er snel genoeg achter. Zo, ik moet er vandoor. Mijn tuin kan zichzelf niet omspitten. Dag, Boris. Een cadeautje voor Daan. Ik ben benieuwd wat het is. Hoi, Daan. Hoi, Nijntje. Kijk eens wat Boris voor mij heeft gemaakt. Wauw, een skateboard. Wil je zien hoe ik het doe? Oh, ja, graag. Goed. Wow. Gaat het? Dank je, Nijntje. Hij wiebelt meer dan ik dacht. Probeer het nog eens. Oké. Ik denk dat het nu al gaat lukken. Au. Oeps. Nog één keertje. Het gaat steeds beter. Oké. Wil jij het een keertje proberen? Ja, heel graag, Daan. Voorzichtig. Tadaa. Wow, Nijntje. Je kan het. Het was lastig, maar het is wel heel leuk. Hier, probeer het nog eens. Oké. Nog één keertje. Je kunt het. Wacht, ik hou je vast. Doe maar. Goed zo, Daan. Hé, hey, ik kan het! Oh. Gaat het? Ja hoor. Hallo! Wauw, mooi skateboard! Hoi Nina! Hey, het lijkt precies op dat van mij. Ik wist niet dat jij een skateboard had. Ja, ik heb er al jaren een. Mag ik een keertje, Daan? Oké. Woehoe! Ja! Nina kan het echt goed. Iedereen kan veel beter skateboarden dan ik. Joehoe! Ja! Ik word nooit zo goed als zij. Jawel hoor. Ja! Nee, echt niet. Ik kan het gewoon niet. Nu jij dan. Ik heb geen zin meer. Waarom niet? Ach, jullie kunnen het toch veel beter dan ik. Ik denk dat ik hem teruggeef aan Boris. Dat moet je niet doen, Daan. Nee, het lukt je wel. Oh, hey, Snuffy! Wauw! Wauw! Huh? Zagen jullie dat? Mooie truc! Dat was geweldig, Snuffy. Zij kan het nog beter dan jij, Nina. Als Snuffy kan skateboarden, dan kan ik ook skateboarden. Goed. Je kan het. Ga door.
beetje. Dan, daar zit hem. Dan, gaat het? Ja, het gaat, maar kijk eens naar mijn skateboard. Stop! Kom terug! Stop! Hem tegen! Nee! Oh. Is alles goed, Boris? Met mij wel, Nijntje. Maar het skateboard van Daan is kapot. En ik heb ook je schepstuk gemaakt. Het spijt me, Boris. Skateboarden is gewoon te moeilijk voor mij. Ze zijn allebei kapot. Ik krijg opeens een idee. Een hamer hier, een spijker daar. Moet ik iets bouwen? Vraag het maar. Bouwen heb ik goed geleerd. Maar soms doet Boris iets verkeerd. Ik bouw graag de hele dag. Doe maar, Boris, aan de slag! Kijk eens, zo goed als nieuw. Wauw, een step. Dat is veel makkelijker. Dank je wel, Boris. Graag gedaan, hoor. Succes, Daan. Dank je, Nijntje. Daar gaat-ie. Zet hem op, Daan. Ja, ik kan het. Ik kan het. Ik kom eraan. Hey, mag ik ook eens? Wacht. Ik ook. Mooi. Nu kan ik weer gaan tuinieren. Maar waar heb ik mijn schep gelaten? Kom terug, Daan. Niet zo hard. Zo, precies goed voor Kerstmis. Goedemorgen, Nijntje. Wat zie jij er mooi uit. Ja, het is Kerstmis. En we hebben vanavond een kerstdiner. Ik kan niet wachten. Tante Trein komt ook. Nijntje, tijd voor je cadeautje. Ja, ik ben gek op cadeautjes. Oh, ik heb er ook één. Misschien is het wel een tennisracket of een piano. Papa, het is toch veel te klein voor een piano? Wat denk jij dan dat het is? Maak het maar open, dan zie je het vanzelf. Goed idee. Een doos met chocolaatjes. Ah, dat wilde ik net zeggen. En ik heb een boek. Wat fijn. En dit is jouw cadeautje, Nijntje. Dierenavonturen, mijn lievelingsspel. Je doet een dier na en dan moet iedereen raden welk dier dat is. Zullen we het nu spelen, Otto? Alsjeblieft. Doe maar, Nijntje. Maak het doosje maar open. Ik hoop dat ik een aap mag nadoen. Ik moet tante Trein ophalen. Dat is goed. Dan spelen wij ondertussen dierenavonturen. Nee, dat kan niet. Iemand van jullie moet op de oven letten. En de tafel moet ook nog gedekt. Oh, daar zorgen wij wel voor. Hè, Nijntje? Maar ik wil zo graag mijn nieuwe spel spelen. Goed, dan doen we één kort spelletje en daarna de klusjes. Ja! Dat is goed. Eén kort spelletje. Zo, papa. Kan je raden wat ik ben? Woef, woef. Woef, woef. Je bent een olifant. Nee, wacht. Oh. Een giraf. Nee. Woef, woef. Oh nee, je bent een hond. Ja, dat klopt. Nu ben ik. Iha. Ia. Oh, wat heb ik trek, zeg. Zonder notenpaté is het geen echte kerst. Als het goed is, staat alles voor ons klaar. Tante Trein, mama, zijn jullie nu al terug? Hebben jullie al die tijd gespeeld? Ach, je bent pas veel langer weg dan ik dacht. Oeps. De tafel is nog niet gedekt en wat ruik ik? Oh-oh. Oh, de notenpaté is helemaal verbrand. Oh, nee. Lieve help. We
We zijn de tijd vergeten. Het is niet alleen papa's schuld. Ik was ook mee aan het spelen. Wat moeten we nu eten bij het kerstdiner? Oh, maak je geen zorgen. Er is vast wel iets te bedenken. Huh? Hallo, Nijntje. Vrolijk kerstfeest. Vrolijk kerstfeest, Knorretje. Je klinkt niet zo vrolijk. Wil je een liedje maken op mijn nieuwe slee? Sorry, Knorretje. Maar ik denk niet dat ik vandaag nog ergens vrolijk van word. Maar wat is er dan? Papa en ik moesten eigenlijk op het eten letten. Maar we vergaten de tijd omdat we dierenavonturen speelden. Oh, dat is zo'n leuk spel. Boe! Boe! We speelden zo lang dat we de tafel niet gedekt hadden. En de notenpaté is verbrand toen mama tante Trein ging halen. Oh nee, dat is jammer. Maar je familie is bij elkaar. Dat is fijn. Dat is waar, Knorretje. Je hebt gelijk. Ik moet gaan. Door de praten over eten krijg ik honger. Dag. Dag, Knorretje. Oh, we zouden misschien gestoofde wortels kunnen maken. Daar hou ik niet zo van. Dat geeft niet. Het is kerst en we zijn allemaal bij elkaar. Dat is het belangrijkste. Je hebt gelijk, Nijntje. Zo is het. Laten we de tafel dekken. Samen. Kerstmis met z'n allen is zo fijn. Iedereen aan tafel, groot en klein. Met familie samen bij elkaar. Kerst is het mooiste feest van het jaar. Goed gedaan allemaal. Het ziet er prachtig uit. Het is geen notenpaté, maar dit kan ook. Ik ga wel. Vrolijk kerstfeest, Nijntje. Betje, Knorretje, wat komen jullie doen? Ik vertelde tante Betje wat er was gebeurd met jullie kerstdiner. En ik zei dat onze vrienden toch geen kerstfeest konden vieren zonder notenpaté. Dus komen we die van ons met jullie delen. Wow! Weet je het zeker, Betje? Dat is erg aardig van je. Natuurlijk, ik maak toch altijd te veel. Is er wel genoeg plaats voor ons? Er is altijd genoeg plaats voor vrienden. Kerstmis met z'n allen is zo fijn. Iedereen aan tafel, groot en klein. Lekkers en sneeuw en veel cadeaus. En al dat eten smaakt grandioos. Vrienden en familie bij elkaar. Kerst is het mooiste feest van het jaar. Kerst is het allermooiste feest van het jaar. Vrolijk kerstfeest! Vrolijk kerstfeest! Oh, vrolijk kerstfeest allemaal! Hallo Nijntje, wat een mooi liedje. Het is voor het Midwinterfestival. Ik speel in de Midwinterband. En ik ga nu Knorretje ophalen. Veel plezier, Nijntje. Zo, mijn warme chocolademelk zal je warm houden tijdens het festival. Dat is vast, Nijntje. Ik ga wel. Zo. Hallo, Betje. Hallo, Nijntje. Klaar voor het festival? Natuurlijk zijn we klaar. We hebben onze liedjes heel vaak geoefend. Oh, kunnen jullie alvast iets laten horen terwijl ik de koekjes inpak? Natuurlijk. Dat was schitterend. Het is nog mooier als Nina en Daan erbij komen. En wacht maar tot je de prachtige IJsland van Barbara erbij ziet. Oh nee. Is hij nog heel? Volgens mij is hij kapot. Oh nee. Kan je ergens anders op spelen? Waarop dan? Ik kan alleen maar op een tuba spelen, omdat ik goed ben in blazen en puffen. Het mondstuk is niet kapot. Misschien is er wel iets anders waarin je kunt blazen en puffen. Aha, wat dacht je hiervan? Als je het mondstuk aan deze kant erin doet, dan kan je hierin blazen en puffen.
Het werkt! Nu kan ik toch spelen bij het Midwinterfestival. En het smaakt een beetje naar chocola. Kom mee! Kom ik maar zo goed schaatsen als Barbara. Ze doet het zo sierlijk. En zo moeten jullie ook spelen. Sierlijk, zodat onze muziek bij het schaatsen past. Knorretje, waar is je tuba? Die is kapot. Ik speel nu op de trechtertrompet. Ah, nou, doe maar dan. Knorretje, kan je misschien een klein beetje zachter spelen? Ik denk het niet. Maar we moeten sierlijk spelen. Zodat het past bij het schaatsen. Oh. Het geeft niet, Knorretje. Ik weet zeker dat we iets kunnen verzinnen. Nijntje heeft gelijk. We bedenken wel iets. Goed, wie wil er een koekje? Ik wil! Bedankt, Betje. Bedankt. Het komt goed, Knorretje. We zorgen dat jij ook mee kunt doen met de band. Haha, alles is op. Ik weet wat. Als de trechter niet bij de band past, kunnen we misschien zorgen dat de band bij de trechter past. Wat bedoel je daarmee? Nou, als Knorretje een zelfgemaakt instrument heeft, moeten we misschien allemaal zelfgemaakte instrumenten hebben. Dit is dan mijn trommel. Luister maar. Dat zou best kunnen werken, Nijntje. Wat kunnen we nog meer gebruiken? Ik kan rammelen met mijn potloden. En deze elastiekjes om mijn boterhammetrommel zijn net een gitaar. En ik speel op mijn trompet. We zijn een zelfgemaakte band. En jullie klinken heel grappig. Ik ben benieuwd wat Barbara hiervan vindt. Ja! Twee, drie, één. Lieve help! Het spijt me, Barbara. We konden niets beters verzinnen. Mijn tuba ging kapot en toen moest ik wat anders bedenken. Dat geeft niet. Het is prachtig. Het klinkt heel grappig. Alleen past mijn dans nu niet meer bij de muziek. Barbara heeft gelijk. Haar dans is heel zwierig en sierlijk. Maar onze muziek is plonkerig. Maar daar kunnen we wel iets aan doen. Jullie hebben nieuwe instrumenten, dus ik bedenk een nieuwe dans die daarbij past. Wat een goed idee. 1, 2, 3, 1. En de zelfgemaakte band! Hallo, Nijntje. Waar ga jij zo snel naartoe? Knorretje zei dat ze me graag iets wilde laten zien. Oeh, ik ben benieuwd wat het is. Hallo, Nijntje. Boris, wat doe jij hier? Betje heeft zoveel groente en fruit dit jaar dat ze graag wat wilde verkopen aan de winkel van Barbara. Dus ik kom het nu ophalen. En ik help met oprapen. Alsjeblieft. Dank je, Nijntje. Dat was de laatste kist. Dus ik ga er vandoor. Dag, Nijntje. Dag, Boris. Hoi, Nijntje.
Dat is, ik heb een taart gebakken. Helemaal alleen, met een beetje hulp van Betje. Wow, Knurretje, wat goed van je. Kom maar kijken. Hij staat... Oh! Waar is hij dan? Ik weet het niet. Hij stond hier op de tafel. Hij is verdwenen. Hij moet ergens zijn. Laten we gaan zoeken. Mijn taart is spoorloos. Het is een mysterie. Dat gaan we oplossen. Er moeten aanwijzingen zijn. We hebben hier al overal gezocht. Laten we buiten kijken. Hé, kijk! Hier is een rode vlek. Dat is sap. Rood sap. En mijn taart is rode aardbeientaart. Daar is nog een vlek. Daar is Snuffy. Snuffy, geef terug die taart. Tomaat? Oh, Boris had wat tomaten laten vallen. We zijn er vast één vergeten op te rapen. Dan zijn die vlekken van tomatensap, niet van aardbeiensap. Sorry, Snuffy. We hebben meer aanwijzingen nodig. Wacht, wat hoor ik? Daar, kom mee. Ik kom. Betje! Betje? Oh, hallo meisjes. Hoe smaakt de taart? Dat weten we niet. Hij is verdwenen. Verdwenen? Echt waar? Mm-hmm. Hoe kan dat nou? Dat weten we niet. Maar we gaan het uitzoeken. Ik weet niet hoe. We hebben gekeken naar aanwijzingen, maar we hebben alleen een tomaat gevonden. Dat is wel erg raar, zeg. Toen hebben we geluisterd naar aanwijzingen. En vonden we jou. Maar jij was een wortel aan het eten. Dat is het! We hebben onze ogen gebruikt en onze oren. Maar misschien moeten we nu onze neus gebruiken en ruiken naar aanwijzingen. Wat een goed idee, Nijntje. Knorretje, wat voor soort taart heb je gemaakt? Aardbeien. Aardbeien en... Aardbeien en... Kaneel. Dat rook heel erg lekker. Probeer eens of je hem ruikt, Knorretje. Jij kan heel goed ruiken. Ik ruik hem nergens. Dat betekent dat hij dus niet in de buurt is. Wat een geheimzinnig mysterie. En ik weet wie ons kan helpen om het op te lossen. Iemand die nog beter kan ruiken dan jij. Kom mee. Beter dan ik? Wie? Ik hoop dat je het niet erg vindt, Snuffy. Maar we willen even je neus gebruiken. Alsjeblieft, Snuffy. Dank je maar eens goed aan. Niet te veel, kaneel, Knorretje. Anders gaat Snuffy niezen. Oké, Snuffy. Zoek die geur. Ze heeft een spoor. Kom mee. Ik geloof dat ze iets heeft. Oh, Snuffy. Hij moet hierin zitten. Ah, hij is leeg. Ik denk dat ik weet wat er is gebeurd. En ik weet waar we jouw taart kunnen vinden. Huh? Mijn taart! Mijn verdwenen taart! Hallo meisjes, wat doen jullie? We zochten deze taart. Knorretje heeft hem gemaakt. En Boris heeft hem gepakt. Wat? Ik bedoel, Betje zei neem alles maar mee. Dus ik... Oh, het spijt me, Knorretje. Ik dacht dat Betje hem graag in de winkel wilde verkopen. Vond je hem goed genoeg om in de winkel te verkopen? Ja, wij allebei. Hij ruikt heerlijk, Knorretje, en hij ziet er prachtig uit. Als je later groot bent, kun je misschien je eigen bakkerij openen en je eigen taarten verkopen. En cakes, en muffins, en broodjes. Ja, goed idee! We moeten nu nog één belangrijk ding doen. Hè? Wat dan? Wat bedoel je?
We hebben onze ogen gebruikt om de taart te zoeken, onze oren om naar de taart te luisteren en onze neuzen om de taart te ruiken. Dus nu is het tijd om onze mond te gebruiken om de taart te proeven. Mysterie opgelost! Hoera! Alsjeblieft, specialiteit van de dag. Speelhuispasta. Oh, lekker. Nijntje, Nina, moet je horen. Wat is er, Knorretje? De melk. Wil je wat melk? Alsjeblieft. Huh? We spelen restaurantje. Nee, er is geen melk meer in de winkel van Barbara. Oh, maar dat is toch helemaal niet zo bijzonder, Knorretje? Maar wel bijzonder is waarom er geen melk meer is. Oeh, waarom dan? Waarom? Bella heeft een baby. Ik ben gek op baby's. Ik ook. Maar wie is Bella? Dat weet ik niet. Maar ze heeft een baby. We moeten gaan kijken. Wacht. We moeten een cadeautje meenemen voor de baby. Misschien vinden we iets in de winkel van Barbara. Alleen geen melk. Oh, ik weet wat. We kunnen wat van onze oude babyspullen geven. Goed idee. Als wij ze mooi vonden, vindt de baby ze vast ook mooi. We gaan iets zoeken. Ah. Dat geluid heb ik lang niet gehoord. Ben je niet wat te groot voor babyspeelgoed? Het is niet voor mij. Ik zoek iets om te geven aan een nieuwe baby. Wat lief van je. Wat vind je hiervan? Jij was gek op deze fles. Oké. Nijntje, ben je daar? Ik kom. Kijk eens wat ik heb. Oh, wat een mooi cadeau, Nijntje. En dat is dit ook. Oeh, wat is die lekker zacht. Het is mijn oude babydeken. Mijn moeder voelt me zo schattig met deze om me heen. En ik speelde hiermee toen ik een baby was. Wauw, wat was jij een knappe babyknootje? Nee hoor, dit kunstje heb ik vorige week geleerd. Laten we naar Bella's baby gaan. Ik kan niet wachten om de baby te knuffelen. Sst, misschien slaapt de baby. Oh, ik zal heel stil zijn. Sleep, sleep. Hallo, meisjes. Hallo, Borjan. Wij komen naar Bella's baby kijken. Oh, die zullen jullie niet in het huis vinden. Ze is in de stal. De stal? Natuurlijk. Dat is de beste plek voor haar. Kom, dan zal ik het laten zien. Waarom is de baby in de stal? Dat zullen we zo wel zien. Kijk maar. Boerjan, je koe is gekrompen. Nee, ze is niet gekrompen. Bella is kerngezond. Ja toch, Bella? Bella is een koe. Oh. Dus dit is Bella's baby. Inderdaad. En is ze niet prachtig? Wat een schatje. Ah. Hoe heet ze? Ze heeft nog geen naam. Oh, nee. Het geeft niet, Nijntje. We kunnen er vast wel eentje bedenken. Nee, dat is het niet. Alleen... Oh. Wat is er, Nijntje? Een babykoe vindt onze cadeautjes vast niet leuk. Oh. Hebben jullie cadeautjes? Dat is erg lief van jullie. Ja, maar we wisten niet dat het een babykoe was. Een babykoeje houden niet van ballen. Of dekens. Of babyflesjes. Wees daar maar niet zo zeker van, meisjes. Eens even kijken. Deze deken kan ze gebruiken om 's nachts heerlijk warm te blijven. Oh.
En ze vindt haar eerste speelgoed leuk. Oh, wat lief. Zie je wel, het zijn perfecte cadeautjes. Behalve mijn cadeautje. Een babykoe drinkt niet uit een flesje. Oh. Oh, misschien vergis je je wel, Nijntje. Bella ziet er moe uit. Dat verbaast me niets. Een baby krijgen is hard werken. Maar ik heb het idee dat haar baby heel veel honger heeft. Hoe zouden we haar nu eens kunnen voeden? Mijn fles! We kunnen haar voeden met mijn fles. Maar zeker weten. Kijk. Ze is zo lief. Ze bedankt je met een neusie. Neusie, dat is het. Goed gedaan, Knorretje. Huh? Wat? Jij hebt de perfecte naam voor haar gevonden. Neusie. Neusie de babykoe. Alsjeblieft, Neusie. Ja, drink maar, Neusie. Hallo, Neusie.